Dames en heren, welkom bij het Hartslagcafé hier in Paradox Tilburg, initiatief van Studium Generale en Tilburg University. Mijn naam is Dirk van Dorslaar. Ik ben gespreksleider en vandaag degene die het evenement hier aan elkaar mag praten. Maar we zitten hier zo'n beetje bijna allemaal voor dit boek, Fantoomgroei. En mag ik even in de zaal de handen zien? Wie van de mensen heeft het ook echt gelezen, het boek? Ja, ik zie er nu één. Oeh. Wie zei, ik heb toch wel een beetje digitaal eens doorgescand. Achterin zie ik dat. Zijn er mensen die misschien wel de samenvatting hebben gelezen? Ja, dat doet me een beetje aan mijn studententijd denken. Zijn er mensen die misschien het programma hebben gezien met Jeroen Pauw? Kijk. TV is een beter medium. Nou, dan is eigenlijk al goed. Ik moet erbij zeggen, het geheel wordt opgenomen. Het wordt niet live gestreamd, maar pas na afloop gaan we het daarmee uitzenden. Dus dat nog. Dames en heren, zelf hier ooit nog in Tilburg gestudeerd, bestuurskunde gestudeerd en ook leren debatteren. Hierbij, zijn er mensen van debatvereniging Cicero misschien toevallig? Niet? Zijn er nog mensen bij die zich student mogen noemen? Ja, nou dat van. Zijn er mensen bij die zeggen economie, econoom? Zeggen die er? Zijn er mensen die zeggen die toch verstand hebben van geld? Zijn die er? Verstand? Ja, nou, een beetje dan vooruit. Okay. Nou, daar geleerd wat debatteren is. Bij debatteren is het eigenlijk heel simpel. Je hebt een these. Iemand vindt iemand iets. Die zet dat neer en die legt dat uit. Maar dan heb je ook iemand die is van de antithese. Die gaat daar tegenin. Die zegt, nou, klopt dat wel? Die kijkt er toch eens heel kritisch naar. Om uiteindelijk ergens in het midden, ongeveer hier uit te komen en dan te zeggen synthese. Het bestaande plan, dat is eigenlijk, nou, de zwakke elementen zijn eruit gekomen en kunnen we daarmee verder. Dat is ook een beetje de format voor vandaag. Je zou kunnen zeggen, zijn we om te informeren. Ik ga zo de schrijver eens interviewen. We zijn er om te discussiëren. Dan gaat Harry los en zeker ook uit de zaal. En het laatste deel, de conclusie. Kunnen we nou daar samen mee verder? Dat zijn eigenlijk de stappen die we vandaag willen zetten en eens kijken hoe dat gaat. We zijn hier. Nou, even dit kort voorstellen. Sander, wat doe je? Wie ben je? Voor de mensen die dat nog niet weten. Nou, ik ben Sander Heijn. Doet hij het? Anders geef mij een microfoon. Nu hoor ik mezelf harder, ja. Nee, ik ben Sander Heijnen, ik ben journalist, ik ben historicus. Ik ben in 2009 op de economieredactie van NRC Handelsblad beland. En dan een tijdje later overstapt naar de Volkskrant, waar ik lange tijd op de economieredactie heb gewerkt. Ik ben op een gegeven moment weggegaan bij de krant om langere verhalen te kunnen maken, om boeken te kunnen maken. Een van die boeken die ik heb geschreven samen met Hendrik Noot is dus dit boek Fantoomgroei. En het is bij de betere boekhandel te krijgen voor iedereen die het nog niet heeft gelezen. Een paar die het gelezen hebben, de rest nog. Ja. Als ik het geweten had, had ik het doosje meegenomen. Maar, en ik ben tegenwoordig ook programmamaker. Naar aanleiding van dit boek hebben we een programma gemaakt, Scheefgroei in de Polder. Dat heb ik samen met Jeroen Pauw gemaakt. En we maken momenteel een nieuwe serie van 6 afleveringen die rond de kerst uitgezonden gaat worden. En dan gaan we nog veel dieper inzoomen op de scheefgroei die je in Nederland ziet. Dus we zijn, maar daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Maar laten we eerst naar mijn... Ja, graag abonnent. En we hebben de eerste scoop al te pakken. Er komt een extra 6 uitzendingen worden er nog gemaakt. Harry, wie ben je, wat doe je, of wat deed je in jouw geval, zei je al eerder? Ja. Mijn naam is dus Harry Verbon. Ik was hoogleraar openbaar financiën hier in Tilburg, bij de economische faculteit. Ik heb ook bij de Nederlandse Bank gewerkt, heel ver verleden. En ik werk op dit moment nog bij een rekenkamercommissie hier in de omgeving. Kort en bondig, dan gaan we weer terug aan deze kant geven. Dames en heren, ik ga zeggen dat 21 oktober een bijzondere dag is. Het is de dag dat Ocean Cleanup zegt dat ze op grote schaal aan de slag kunnen om de oceaan eigenlijk weer schoon te maken. Het is de dag dat Ron Frezen aankondigt dat hij gaat stoppen bij het 8-uur-journaal als duider. Het is ook nog de dag dat Interpol is bekendmaakt dat ze na de storm van gisteren 241 schademeldingen hadden. Maar dat was vanmiddag om 1:04, dus misschien zijn het er al meer. 247 hoor ik al, zo snel kan het gaan. Het is de dag dat zo'n 40 mensen bij Paradox in Tilburg samenkomen en zeggen dat boek met dat fantoomgroei, hoe zat het nou? Wat is er nou wel en wat is er niet van waar? En wat klopt er wel en wat klopt er niet van? En dat gaan we vandaag eens uitvinden. Het klopt allemaal. Het zal er...
eerste punt hebben we ook al. Sander, even het boek. Waarom het boek? En hoe kwam je erbij? Ja, dus het boek van Toongroei. Ik ben dat samen met Hendrik Noten gaan schrijven. Omdat wij... Ja, ik ben in de jaren 80 geboren, hij in de jaren 90. En wij zijn eigenlijk opgegroeid met het idee dat economische groei goed voor ons is. En dat als de economie groeit, we eigenlijk vanzelf allemaal welvarender worden. En beter en gelukkiger enzovoort. Dat is het gesternte waaronder wij onze maatschappelijke vorming hebben genoten. En ja, de afgelopen jaren, Hendrik die werkte als beleidsmedewerker bij de Algemene Werkgeversvereniging Nederland. Dus die zat vanuit die kant tot zijn nek in de grafieken. En ik zat als economisch journalist liep ik eigenlijk al heel lang over werkvloeren in Nederland, door volkswijken, maar ook door rijke wijken. En eigenlijk kwamen we allebei langs een andere route. Hij vanuit de cijfers en ik vanuit, ja, eigenlijk vanuit de praktijk, vanuit de samenleving, zagen we gewoon toch steeds meer signalen we zagen die economie groeit en groeit en groeit, hè, grosso modo. Ik bedoel, je hebt af en toe een dipje met een crisis, maar die wordt in grote lijnen steeds maar groter. En tegelijkertijd zie je dat beeld, dat we daar allemaal beter van worden, dat we allemaal meer gaan verdienen, dat gewoon eigenlijk niet klopt. Dat lonen, en dan wist je dat het heel erg of je hoog of laag opgeleid bent en wat voor sector je werkt. Maar je ziet grosso modo dat een groot deel van de mensen in Nederland, dat die eigenlijk helemaal niet meer profiteren van die economische groei die we met elkaar realiseren. En voor hen is groei dus eigenlijk een cijfer in de krant, maar het is niet tastbaar in hun portemonnee. Dus vandaar dat wij dachten, we moeten gewoon eens gaan uitzoeken hoe dat zit. Maar we moeten daar ook een term voor lanceren. Ja, en die term, dat is dus fantoomgroei, hè, van spookgroei. Ja. En je bent er eigenlijk best laat bijgekomen bij die term, toch? Het boek was al af en toen dacht je, eureka, ik heb het. Eerlijkheidshalve was 90% van het boek af toen ik de term bedacht. En dat was heel fijn, want als je eenmaal een zelfstandig naamwoord hebt voor zo'n fenomeen, toen kon het boek meteen 10 pagina's dunner maken, want we konden een heleboel zinnen samenvatten met dat ene begrip. Er was een term opgeplakt en dan kon je het echte naam geven. Ja, dan kan je het erover hebben. Hè? Want we hebben het altijd over groei. En we zijn ook niet dogmatisch tegen iedere vorm van groei. Hè? Heel veel dingen, ons voedsel groeit. Wat ons betreft gaat duurzame energie nog veel verder groeien. Er zijn een heleboel dingen die moeten groeien. De IC-capaciteit zou best iets mogen groeien. Weet je? Dus we zijn helemaal niet per se tegen groei. Maar wat wij aan de kaak willen stellen is dat een groot deel van de economische groei die we momenteel realiseren, de wijze waarop we onze economie laten groeien, want ik heb het net nog helemaal niet gehad over het klimaat, maar we weten ook dat als we doorgaan met het laten groeien van de economie, zoals we dat op dit moment doen, dat die planeet onleefbaar wordt voor mijn kleinkinderen en daaronder. Dus, althans, mochten mijn kinderen uit kinderen krijgen, dat is nog wel even een aanname die ik doe. Dat is misschien niet waar. Ja. Maar we zien dus dat we op een doodlopende weg zitten, op een pad dat niet verder kan. En dat wilden we met het boek aan de kaak stellen. Dus dat is de reden dat we dat boek zijn gaan schrijven. En we, wij zijn zelf al onderzoekende tot de conclusie gekomen dat het niet alleen niet zinvol is om door te gaan op het huidige pad, maar dat het ook gewoon fysiek en fysiologisch en rekenkundig is het ook onmogelijk. En we moeten dus gaan bouwen aan een andere economie, een ander soort samenleving. En dit is een klein aanzetje daartoe. Dus eigenlijk, jullie hebben dan die tabel, de economie groeit, maar eigenlijk het inkomen blijft achter. Dat is eigenlijk wat je zegt, voor een deel van de mensen, daar blijft het achter. Ja, je hebt het verschil, dat is altijd lastig. Lonen blijven in ieder geval achter. En inkomen, dat zit heel veel definities zitten erin. Want uiteindelijk, als je kijkt, als je werkt, krijg je salaris. Maar het kan ook zijn dat je aandelen hebt en dat je daar dividenden op krijgt. Dat is ook inkomen. Dus je ziet om de havenklap in Nederland, het Centraal Bureau voor de Statistiek en hun hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen, die zijn heel erg bezig om steeds te zeggen van, die inkomens in Nederland die gaan hartstikke vooruit. Dus economische groei is goed. En als je die cijfers gaat uitsplitsen, dan zie je dat zij bijvoorbeeld de zorgkosten meetellen bij het inkomen. Want ze zeggen, dat is eigenlijk een soort inkomen in natura. Ik vind dat heel erg discutabel, om het neutraal te formuleren. Omdat als je gaat inzoomen op die inkomensgroepen, je zou niet moeten kijken naar zorgkosten, maar naar gezondheid. Want mensen willen geen zorgkosten, mensen willen gewoon gezond zijn. En als je dan kijkt, dan zie je dat die lage inkomensgroepen, die dus in hun salaris helemaal niet profiteren van die economische groei, die leven ook 7 jaar korter. En die leven 19 jaar korter in goede gezondheid. Dus zelfs in onze gezondheid zie je dat er een hele grote tweedeling door die samenleving gaat, waarin de ene helft buitengewoon goed profiteert. Want
Dat is tegelijkertijd ook zo. Hè? Een groot deel van de Nederlanders, die hebben een buitengewoon goed bestaan en een comfortabel bestaan. En ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat ja, niet voor de studenten als ze straks de woningmarkt opkomen, maar een groot deel van ons hier in de zaal heeft het waarschijnlijk ook behoorlijk goed voor elkaar. En dat strookt ook met de cijfers. Alleen we zien dat een grote minderheid echt aan het afhaken is. En dat die groep, afhankelijk van naar waar je naar kijkt, bijvoorbeeld de huizenmarkt of andere gebieden, dat die groep groter wordt. En dat we steeds meer fantoomgroei ervaren. Ja, dus eigenlijk zeggen die groei is zeker niet voor iedereen. Een deel profiteert van mee, een deel eigenlijk niet of nauwelijks. Ja, sterker nog, we drukken die groei natuurlijk uit in geld en in financiële waarde. Dus op het moment dat groeit en een grote groep profiteert er niet van, dan is het natuurlijk ook een groep die onevenredig veel daarvan profiteert. En dat is eigenlijk wat je ziet in Nederland, voornamelijk in de vermogensposities. Hè, mensen die een huis hebben. Ik heb een huis in Amsterdam en ik heb het gelukkig. Ik ben net oud genoeg om in de vorige crisis, inmiddels alweer bijna 10 jaar geleden, een huis te kopen in Amsterdam. En het wordt nu elke dag €500 meer waard. Elke dag. Dus niemand keert het aan mij uit. Dat is op zich jammer. Maar elke dag dat ik wakker word, is er €500 aan mijn vermogen toegevoegd. En ik doe daar helemaal niks voor. Dus dat is waarde die gewoon naar mij toe komt rollen. Maar iemand anders die nog een huis moet kopen, als ik dat huis aan diegene zou verkopen of als ik het zou verhuren op de vrije sector aan iemand, dan moet iemand veel harder werken dan ik om dat huis te kunnen bemachtigen. En dat is eigenlijk ook wat we bedoelen met die ondertitel, waarom we steeds harder werken voor steeds minder. Ja, in dit geval, als ik mijn huis verkoop aan iemand en die moet daar 8 ton voor betalen, terwijl ik de minder dan de helft van dat bedrag voor heb betaald, ja, dan moet hij gewoon veel meer arbeid verzetten om mijn vermogen te financieren. Is het eigenlijk, je bent onderzoeksjournalist, je bent er ingedoken, is er iets van een oorzaak te detecteren? Dat is nu een probleem, maar is er een oorzaak? Waar ligt het aan? Ja, dus die vraag kan je op verschillende niveaus beantwoorden. En in het boek pellen we eigenlijk al die niveaus af. Maar we zijn in eerste instantie gaan kijken naar de afgelopen 30, 40 jaar, van wanneer zien we dat nou omknakken. En dan zie je een paar ontwikkelingen. Een van de ontwikkelingen die je ziet is dat vanaf de jaren 80 zijn we bedrijven anders gaan organiseren. He, je hebt in het tweede hoofdstuk van het boek staan we heel uitgebreid stil bij Philips in Eindhoven. Mm-hmm. En daar laten we zien dat toen Gerard Philips met het kapitaal van zijn vader Frederik, toen hij die lichtfabriek begon in 1890 uit mijn hoofd, maar dat... Kunnen we niet op vast... Het staat er denk ik goed in. Maar in ieder geval dat toen hij die fabriek begon, hij had arbeidskrachten nodig. Nou, die kon hij uit de omgeving halen en op een gegeven moment ging de fabriek groeien. En hij moest steeds van verder weg personeel naar Eindhoven toe trekken, vanuit Drenthe, vanuit andere delen van het land, van andere delen uit de wereld ook. En om het bedrijf te laten groeien, om geld te verdienen, en ze hebben daar heel goed geld aan verdiend. Maar anderzijds begrepen ze ook dat ze die gemeenschap nodig hadden. Dus dat ze ook in die gemeenschap moesten investeren. Dat er een soort wederzijdse afhankelijkheid was. Er was wederkerigheid zat daarin. En vanaf de jaren 80 zijn we eigenlijk dat model. Want wat mij echt verbaasde toen ik bij Philips mij in die bedrijfsgeschiedenis ging verdiepen. Hè, als je op Strijp S komt, daar hebben ze ook nog een oude kartonfabriek staan. He, en nu vinden we het volstrekt logisch dat je alles door een specialistisch bedrijf laat maken. Maar in die tijd was echt iedereen die maar iets deed voor Philips, was in dienst bij Philips. En in de jaren 70 hadden ze op een gegeven moment meer dan 400.000 mensen in dienst. Waarvan meer dan 100.000 in Nederland. En ze deden alles zelf. En op een gegeven moment heeft het idee post gevat van... en dat is een andere laag waar we straks misschien verder op ingaan, ja. Maar... In 1971 heeft een Amerikaanse econoom, Milton Friedman, die heeft een essay geschreven. En dat kwam er eigenlijk op neer dat hij zei, the business of business is business. Want wat Philips deed, voor die hele gemeenschap zorgen. En een punt wat ik net nog niet noemde, maar als de uitvinders gingen onderhandelen voor een beter salaris, dan profiteerde dus ook iedereen daarvan mee. De schoonmakers, de mensen in de kartonfabriek, de mensen aan de lopende band. Dus doordat die collectieven samen in één bedrijf zaten, konden ze met elkaar, konden ze ook gewoon schouder aan schouder, op het moment dat de werkgever niet bereid was om het personeel te laten profiteren van de groei die gerealiseerd werd, konden zij
met z'n allen dat afdwingen? Konden ze met z'n allen stevige eisen stellen? En eigenlijk was in de hele geïndustrialiseerde wereld waren grote bedrijven min of meer zo georganiseerd. Ze deden allerlei mooie sociale dingen enzovoort. En op een gegeven moment kwam Milton Friedman met een essay. Waarin hij zei, the business of business is business, betekenend, we moeten gewoon zorgen dat wij aan het eind van de dag zoveel mogelijk waarde voor de aandeelhouder creëren. En we moeten zorgen om dat te realiseren, uiteindelijk, dat de beloning van de bestuurders van zo'n bedrijf ook deels in aandelen zijn, zodat die belangen in lijn zijn. En wat ga je dan als eerste doen op het moment dat je gaat kijken hoe kunnen we zoveel mogelijk winst optimaliseren? Ja, dan ga je kijken van, hey, als wij zelf dat karton maken, misschien kan iemand anders dat wel goedkoper. Dus dan ga je dat karton ga je ergens anders inkopen. En dat ga je niet zomaar ergens inkopen, maar dat ga je inkopen op de plek waar je het goedkoopste kan inkopen. Ja, dat doe je ook met de schroefjes die je voor je televisies gebruikt. Dat doe je ook met ieder onderdeel. En uiteindelijk doe je dat zelfs, hebben ze ontdekt bij Philips. Je kan ook gewoon de televisies integraal door een Chinees bedrijf laten maken. En dan lease je jouw merknaam Philips. Daar sluit je een contract voor af. Dat zij alleen maar dat logootje van jouw merk erop plakken. En dat je daar dan geld voor krijgt. Maar wat je dan ondertussen doet, is als je die productie helemaal uit elkaar trekt. Dan krijg je een situatie waarin je ieder onderdeel ga je bij de goedkoopste onderaannemer ga je inkopen. Dus dan heb je allerlei, voornamelijk MKB-bedrijven, over de hele wereld. Tijdens de coronacrisis hebben we gezien met de beademingsapparatuur dat Philips ruim 600 leveranciers had, verspreid over 5 continenten. Die allemaal een stukje van die ademhalingsapparaten maakten. En die zijn natuurlijk allemaal geselecteerd, natuurlijk op kwaliteit, maar vooral ook op prijs. En als zo'n contract afloopt en een andere leverancier kan goedkoper dat deelelementje leveren, dan ga je daar naartoe. Nou, wat er dan gebeurt is, Philips maakt nog steeds goede producten, heeft een goede naam en maakt veel winst. Maar die medewerkers die dat schroefje of dat onderdeeltje voor zo'n machine maken, die zitten bij een onderaannemer en die gaan naar hun baas en zeggen, hey, wij willen wat meer loon. Maar die baas zegt, ja, als wij meer loon gaan uitbetalen, dan moeten wij ook een hogere prijs vragen voor onze producten. Ja, en dan gaat Philips naar een ander. Dus we hebben die hele samenleving, hebben we die arbeid helemaal zitten opknippen. En zitten kijken van waar kan je het goedkoopste insourcen. En daardoor is het voor een heel groot deel van de mensen, vooral mensen die productioneel werk doen, is er eigenlijk die oude solidariteit en die oude wederkerigheid, die is doorgesneden. En dit werkt ontzettend goed voor multinationals. Die zijn veel winstgevender geworden sindsdien. Volgens mij gemiddeld zo 3 keer zo winstgevend. Maar voor mensen die het werk doen, die ergens verder weg in die keten zitten, is dat veel minder geworden. En de afgelopen 10 jaar, met de opkomst van de platformbedrijven, de Ubers, de Deliveroo's, is het eigenlijk nog verder geradicaliseerd, dit fenomeen. Of geradicaliseerd, maar het is in ieder geval nog extremer geworden. Mm-hmm. Want nu kan een multinational als Uber kan gewoon rechtstreeks bij 3 miljoen plus chauffeurs 1-op-1 diensten inkopen. En ja, die onderhandelingsruimte van zo'n chauffeur versus Uber is natuurlijk nul. En je ziet dus dat dit fenomeen enerzijds ertoe heeft geleid dat die lonen, dat er steeds minder loonruimte is. En dat er dus een groter deel van onze economie, van de waarde die we creëren, neerslaat bij aandeelhouders. En een steeds kleiner deel bij werkenden. In Nederland hebben we nog een ander fenomeen gehad in begin jaren 80. Toen veel arbeid naar lage lonenlanden ging. En eerlijkheidshalve ook wel, omdat de Nederlandse industrie raakte verouderd. Die was na de Tweede Wereldoorlog weer opnieuw opgebouwd. Ja, en dan na 30, 35, 40 jaar zijn die scheepswerven zijn verouderd, machines verouderd. Mensen hebben goed geprofiteerd hier daarvoor. Dus de lonen lagen hier een stuk hoger dan bijvoorbeeld in Zuid-Korea of in Japan. Veel productie ging naar ver weg landen. Maar ik had ooit een directeur van een school die dat woord gebruikt. Want het gaat bijna richting Wassenaar, dat wil ik nog straks even op doen. Als ik hem kort samenvat, zeg je eigenlijk dat collectieve idee van één bedrijf met verschillende takken, dat werd steeds verder opgesplitst. Dat had ook effect dat eigenlijk die arbeid steeds goedkoper moest worden. En daardoor is die ding eigenlijk wat verdwenen. Is dat verband, die solidariteit tussen het hele bedrijf, dat is verdwenen.
Het is begonnen met dat essay van die Milton. En dat is eigenlijk steeds meer gaan diversificeren, steeds meer gaan afsplitsen in bedrijven. Is het dan, en ik zag, Harry heeft al een A4'tje vol geschreven. Dus dat belooft al wat. Ik wil hem even terug naar de die. Het is meer opsplitsen. Bedrijf moet zich focussen op winst maken en de rest er wat omheen. Is het nieuw of is het van alle tijden? Ik weet dat je historicus bent, dus zeg je, zagen we dit? Is het nu in de tijd of zijn er eerder periodes geweest dat we dit gezien hebben? Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk altijd golfbewegingen. We hebben de industriële revolutie gehad. Daarvoor hoef je eigenlijk sowieso niet heel erg mee te vergelijken. In de zin van toen had je natuurlijk heel veel nijverheid en ambachtslieden die helemaal niet in een marktsysteem werkten, maar die werkten met gildes. Dus die creëerden kartels in feite. Ja. En dat was de manier van werken. Dus in die zin was dat heel anders. Maar wat je ziet is dat in de na de opkomst van die industriële revolutie, dan zie je die arbeiderssteden opkomen. En in het begin was het bestaan natuurlijk bar en boos in die fabrieksteden. Aan het eind van de 19e eeuw wilde je echt niet in een arbeiderswijk hier in Tilburg wonen, vermoed ik zomaar. Ja, ik ken de Tilburgse geschiedenis niet heel goed, maar... Het is iets met textiel. Ik gok zomaar dat het niet heel anders is dan in alle andere steden in arbeiderswijken in die periode. En vanaf dat moment zie je dat er vakbonden zijn gaan opkomen. Dat mensen die losse arbeid zijn gaan organiseren. En je ziet stukje bij beetje zie je dan dat vakbonden soms succesvol zijn, soms helemaal niet. Maar de grote veranderingen komen altijd op scharnierpunt in de tijd. En het eerste moment van de grote verandering is toch de Eerste Wereldoorlog geweest. Die is aan Nederland voorbij gegaan. Maar toen hebben ze, als ik hem heel plat sla... is de upperlagen van de, dat is een lelijk woord, maar de bovenlagen van de grote mogendheden zijn met elkaar een oorlog gestart. En ze hebben daarvoor alle jongens uit de arbeiderswijken bewapend en die loopgraven ingestuurd. Maar toen die jongens weer uit die loopgraven kwamen, getraind en gehard in het gevecht, toen gingen ze eisen stellen thuis. En het is geen toeval dat direct na de Eerste Wereldoorlog overal in de westerse wereld het algemeen kiesrecht is ingevoerd. Dat waren gewoon hele duidelijke eisen. Je ziet ook in die periode dat met het algemeen kiesrecht de brede volksbewegingen in de politiek op. Dus de sociaaldemocraten worden machtig, de communisten, de nationaalsocialisten, maar ook de democraten in de Verenigde Staten. Je ziet allerlei verschillende nieuwe politieke bewegingen zag je groot worden. Maar uiteindelijk was het die Tweede Wereldoorlog die maakte dat er echt een heel breed gedragen consensus ontstond in West-Europa en in Noord-Amerika. Enerzijds, er moet geen oorlog meer komen en de consensus is ook, we moeten de rechtsstaat weer opbouwen, we moeten het land weer opbouwen. Maar ook, we moeten zorgen dat mensen niet vatbaar worden voor communisme, hè, zoals ze ooit vatbaar zijn geworden voor het werk van Hitler. Dus toen zag je eigenlijk dat er een hele brede consensus kwam van wat ik bij Philips net beschreef. Dat je wederkerige wederzijdse belangen hebt. Dat werd eigenlijk maatschappij breed gedragen. De oprichter van de VVD is ook de oprichter van de Stichting van de Arbeid, Dirk Sticker. En dat is eigenlijk een van de grondleggers van het poldermodel. En daarmee is de weg ook vrijgemaakt voor de verzorgingsstaat. En dat was uit pure bevlogenheid en oprechtheid. Omdat hij dacht van ja, als wij... En hij kwam echt uit de klassieke bestuursklasse. Hij was directeur van de Heinekenfabriek. Maar... Er werd echt heel goed begrepen van we moeten met elkaar als samenleving het zien te rooien en we moeten elkaar wat gunnen. We moeten hier met elkaar doorheen zien te komen. En dat soort golfbewegingen, je ziet dat is heel erg eigenlijk geëindigd met Joop den Uyl in de jaren 70. En volgens sommigen was de slinger toen veel te ver doorgeslagen en de overheid veel te groot en te veel bemoeienis. En vanaf dat moment kwam Friedman, die had natuurlijk een essay geschreven, de Nederlandse grote, de directeuren van de grote werkgevers, ook Philips overigens, die begonnen te lobbyen in Politiek Den Haag voor een hele andere wind. Een beetje verwijzend en ik weet dat ik het allemaal een beetje plat aan het slaan ben, maar dat zullen we zo nog wel... Tegengeluid komt zo, ja. Zullen we zo nog wel verder horen. Maar je ziet dat we toen eigenlijk sindsdien stukje bij beetje al die wet en regelgeving, al die maatregelen die maakten dat mensen profiteerden van die economische groei, dat die stukje bij beetje zijn weggenomen. En nu zitten we eigenlijk helemaal aan de andere kant met die slinger. Dat we voor heel veel mensen, we noemen het ZZP'ers, maar voor heel veel mensen doen weer losse arbeid zoals we dat aan het eind van de 19e eeuw deden. En zijn voor een huisvesting eigenlijk totaal afhankelijk geworden in de nieuwe serie Scheefgroei die wij maken.
hebben we niet alleen jonge mensen die geen huis hebben, maar ook echt, en daar hoef je niet naar te zoeken, gewoon mensen die een AOW-leeftijd bereikt hebben, maar die ergens wat pech hebben gehad in het leven en die gewoon niet kunnen wonen. Weet je? Die gewoon letterlijk soms maar onder de brug gaan liggen van ellende. Dus we zijn voor een groot deel weer terug. En die geschiedenis die heeft altijd van die golfbewegingen. Ja, dus in die zin... zijn we weer terug. Ik vond hem samen, dus u kunt zeggen van, er zit van golfbeweging, je vergeleek het met industriële revolutie wat, maar ook een tegenbeweging die er kwam, vakbonden en daardoor lonen gingen stijgen en de Eerste Wereldoorlog die daar eigenlijk doorheen fietst en ook weer een tegenreactie bracht. Harry, ik kijk naar jou, ik zie meer dan een A4'tje vol, je hebt je moeten inhouden. Harry, waar zeg je nou, dat is misschien toch een tegengeluid? Zal ik de microfoon gewoon hier houden, zodat hij niet... Dat hij niet te veel... Harry, als het goed is heb je geluid. Ik heb geluid. Harry, waar zou je willen reageren? Wat zijn de punten waarvan je denkt, nou, dat is wat kort door de bocht? Nou, laat ik beginnen waar ik het mee eens ben. Dat is eigenlijk voor het einde, maar waarom zou dat nu al niet kunnen? Ja, Namelijk dat het inderdaad zo is dat sinds begin jaren 80 de lonen niet met de economische groei zijn meegegroeid. Ik wist dat al langer dan... Sander Heijnen dat wist, maar ik ben ook wat ouder. Dat scheelt misschien. Misschien mag ik ook even een eigen ervaring vertellen zeker, wat zeker, dit betreft. Ja. Kijk, ik, in 2010, we zaten midden in de financiële crisis. Toen kwam opeens uit de kringen van de regering het beeld naar voren dat de AOW niet betaalbaar was. Een beetje op een stokpaardje van mij. Mm-hmm. En dat was gebaseerd op berekening van het CPB. Nou, jullie zijn ook heel erg kritisch over het CPB. Daar ben ik het dan ook mee eens. Kijk, we zijn het zo. Dus, het wordt een heel Nederlands debat. We zijn het allemaal eens met elkaar. Ja. Wat zei het CPB? Het CPB, ja, die AOW. We hebben vergrijzingen, dat weten we. Dat kun je ook niet ontkennen. Er is vergrijzing. Er komen veel meer ouderen de komende jaren. Nou, die zijn eigenlijk de afgelopen jaren ook al gekomen. We hebben dus vergrijzing. De AOW is welvaartsvast. En... als dus de AOW-uitkering wel wat vast is en er is vergrijzing, wordt de AOW onbetaalbaar. Nou, ik heb me daar ontzettend over geërgerd in die tijd, want ik zag al dat de AOW helemaal niet wel wat vast was. En hoe kwam dat? Nou, de wet belooft dus dat de AOW wel wat vast is, namelijk dat het gekoppeld is aan de lonen. En de lonen zijn dan weer gekoppeld aan de groei, hè, daar heb je dat punt weer. En dus wordt die AOW steeds duurder. Maar ik zag dus al, die lonen zijn helemaal niet gekoppeld aan de groei en de AOW is niet gekoppeld aan de lonen. Dus die AOW wordt helemaal niet duurder. Maar die wordt misschien zelfs nog wel goedkoper. Ik heb allerlei berekeningen gemaakt. Die heb ik proberen te slijten her en der. Is dat gelukt? Nou, het kwam uiteindelijk bij Kool terecht van 50 plus. Oh. Dat is geen rekenwonder, mogen we zeggen. Die legt het verkeerd uit, inderdaad. Ja. Dus, al het rekenwerk voor niks. Al het rekenwerk voor niks, inderdaad. Nou, dat was ook besluit genomen om de AOW-leeftijd te verhogen. Mm-hmm. En ook door links gesteund, hè, want dit is dus niet echt een links-rechts-issue, denk ik. Nee. En ook GroenLinks en de PvdA, wat nu de twee linkse partijen genoemd worden, die buiten de regering gehouden worden. PvdA en GroenLinks waren heel erg voor die verhoging van de AOW-leeftijd. En wat zie je dan gebeuren? Wat je dus ziet gebeuren is dat de mensen die met alleen AOW zitten, die dus geen aanvullend pensioen hebben, die gaan op dit moment, die moeten op dit moment later met pensioen dan mensen met aanvullend pensioen. Mm-hmm. Omdat die AOW, ja, die is helemaal niet wel wat vast en ze hebben niks anders, dus ze moeten wel door blijven werken. Dat feit van die lonen die niet meegroeien met de economische groei, dat is dus al langer bekend, maar men wilde het niet geloven. Dat speelde in deze situatie ook al, zegt u? Ja, dat speelde dus al bij die hele discussie over de AOW, die een jaar of 10 geleden was, speelde dat al mee. Nu, het andere punt, hè, is dat nou zoiets, want daar heb je het net ook heel even over gehad, is dat nou historisch te verklaren of niet? Hè? Nou, naar mijn idee is die structurele daling van de looninkomens, daling is natuurlijk altijd relatief, hè, want als de economische groei is, dan wil het, en de lonen blijven achter, dan kunnen ze nog steeds wel groeien. Ze groeien alleen minder dan de economische groei. Maar dan wordt het weer wel groter. Die kloof wordt dan wel groter tussen de kloof wordt groter. Okay. Die is dus eigenlijk al 300 jaar bekend. En ik weet niet of een van jullie ooit gehoord heeft van Thomas Malthus. Dat is een Engelse dominee en demograaf van rond 1800. Die bestudeerde de inkomensverdeling in de landbouw in die tijd.
En die constateerden dus dat, gegeven de groei van het aantal landarbeiders, dat de lonen van de landarbeiders wel op termijn zou moeten gaan dalen. Eigenlijk net wat je nu ziet, hè, in zekere zin. En hoe kwam dat? En dat kwam, nou ja, omdat er groei was van de populatie van landarbeiders. En land is natuurlijk gegeven. Betekent dat, maar er was wel heel veel land, uiteraard. Mm-hmm. Betekent dat arbeiders, landarbeiders, steeds meer op steeds minder vruchtbare stukken grond gezet moesten worden. Waardoor dus hun productiviteit daalde. En doordat hun productiviteit daalde, daalde ook de lonen. Want de lonen zijn gekoppeld aan de productiviteit. En hij zei toen, ja, het enige wat er kan gebeuren is dat er hongersnood komt onder de landarbeiders. En ja, dan gaan ze dus dood en dan heb je dus minder landarbeiders en dan dat gaat weer goed. Gaat iets met vragen aan bod en dan gaat vanzelf. Precies, dat gaat vanzelf. Dat was zijn. En dat is natuurlijk niet gebeurd, behalve dan in Ierland voor een groot deel. In Ierland heb je een enorme hongersnood gehad. Klopt, ja. Ook doordat natuurlijk oogsten heel erg mislukte, aardappeloogsten. Want Sander noemde net ook even de industriële revolutie. In de industriële revolutie zijn eigenlijk twee dingen gebeurd. Op een gegeven moment is natuurlijk de technische ontwikkeling ging door, waardoor in feite arbeid productiever werd. Aan de andere kant, en daar had Adam Smith het al over, daar hebben jullie het ook over. Komt ook een boekje Jacob voorbij. Werd er steeds meer gespecialiseerd, hè? Dat noemde jij ook even, waardoor dus in feite een arbeid alleen maar op een knopje hoeft te drukken, hè? De beroemde pin factory van Adam Smith. Waardoor je, en dat is dus meer dan 100 jaar geleden, 150 jaar geleden, waardoor dus arbeid in feite steeds minder kennis nodig had, in feite. Het werd versimpeld eigenlijk. Het werd versimpeld en het is misschien een beetje vervelend dat te zeggen, daar zijn er dus kennelijk genoeg van, hè? Dus daar is geen concurrentie. Ja, dus wat ik maar wilde zeggen is dat die hele ontwikkeling van dalende inkomens van lonen, van arbeid, is dus eigenlijk al veel langer bezig. En dan is misschien de vraag, hoe komt dat nou? Graag, ja. Dat wordt misschien een beetje een technisch verhaal, maar we hebben een aantal jaar geleden... De simpele versie van het technische verhaal. We hebben hier een aantal jaar geleden een bijeenkomst gehad over Piketty. Thomas Piketty, de bekende Franse econoom, die een heel dik boek geschreven heeft over kapitaal. En eigenlijk was zijn stelling ook al dat het is structureel zo dat de lonen moeten dalen, omdat de kapitaalinkomens moeten stijgen. Ja, dat klinkt een beetje vreemd, maar het is een soort economische natuurwet. Dat laat hij zien. Ja, ik weet niet of ik het uit moet leggen, maar... Heel kort uit, maar het is eigenlijk het kapitaal stijgt en daardoor loon neemt het eigenlijk af. Nee, het kapitaalinkomen stijgt. En dat komt omdat het rendement op kapitaal is structureel hoger dan de economische groei. En het rendement van kapitaal is bepalend voor het kapitaalinkomen. Mm-hmm. En als dus het rendement op kapitaal hoger is dan de economische groei, betekent dat dus dat het kapitaalinkomen per definitie harder moet stijgen dan de economische groei stijgen. Maar dat betekent dat dus de looninkomens minder stijgen dan de economische groei. Mm-hmm. Ja, want grofweg gesproken, dat is natuurlijk een beetje Marx, heb je looninkomen, je hebt kapitaalinkomen. Als kapitaalinkomen relatief stijgt, moet het looninkomen wel dalen. Ja. En dus eigenlijk zijn hele these in dat boek was dat het structureel zo is. Hè, dus eigenlijk moet ik zeggen, gemiddeld is het zo dat het kapitaalinkomen stijgt ten koste van het looninkomen. Hè, dus dat is een economische natuur. Eigenlijk zo'n economische, bijna natuurkundige wet, het is zo, dat treedt altijd op. Ja, behalve dan dat het niet altijd geldt. Ah. Oké, dat is een uitzondering. Dus er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld in de 20e eeuw gold het dan voor een groot deel niet. En hoe kwam dat? Ja, omdat die kapitalisten zo gek waren om hun eigen kapitaal te vernietigen in oorlogen. Okay. En als je geen kapitaal meer hebt, heb je ook geen inkomen natuurlijk. Dat is dan weer logisch. En daarom, dat is ook naar mijn idee de verklaring dat het vlak na de Tweede Wereldoorlog, toen was natuurlijk ons kapitaal was voor een groot deel vernietigd, voor een deel vernietigd. Erger natuurlijk was nog in Duitsland dan in Nederland. En arbeid moest het eigenlijk weer opbouwen. He, dus dat betekende dus dat de arbeid op dat moment een hele gunstige positie zat in de eerste 30 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Tot ergens in de jaren 70, toen Milton Friedman opkwam, zal ik maar zeggen, ook net genoemd, er voldoende kapitaal weer was dat er weer, dat er weer kapitalisten als het ware kwamen met grote vermogens, die dus weer voldeden aan die natuurwet van Piketty, R groter dan G. He, dus daar is...
Wat de voorspelling van Piketty is ook, dat dit gaat gewoon in de hele 21ste eeuw door. Hè, als we niks doen. Hè, dus dan betekent gewoon dat die kapitaalinkomens, die blijven maar stijgen. Ja. Die looninkomens, alles relatief. Hè, alles relatief. Maar dat gaat stijgen en dan gaat het kapitaal stijgt, loon gaat dalen. Dat is eigenlijk wat Piketty ja, mis. Maar dan alles relatief. Hè, want als er maar genoeg economische groei is, dan kun je toch nog wel iets aan het looninkomen geven. Nog even een reactie van uw kant op het punt van wat Sander zei, is... Je zei het ook, Milton schreef dat verhaal over die bedrijven die moeten allemaal gaan opsplitsen. Focus op wat je goed in bent. Dus geen kartonfabriek meer bij Philips, maar ja. Dat besteden we uit. Economen zijn meestal dol op dit soort dingen om dit uit te besteden en doen waar je goed in bent. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nee, volgens mij zit het niet zo. Nee, ik bedoel, wat Friedman zei, hè, dus je moet zoveel mogelijk de aandeelhouderswaarde maximaliseren. Dat komt voort uit het idee... Dat je anders niet voldoende rendement aan kapitaal kunt geven als bedrijf. En dan gaan ze naar een ander bedrijf toe. Dus dat zit erin. Dus dat ligt weer aan die R groter dan G. Dus je moet als bedrijf, de manager van het bedrijf, moet ervoor zorgen dat hij voldoende kapitaal krijgt. Dan moet hij dus voldoende waarde geven aan degene die het kapitaal verschaffen. En dat zijn de aandeelhouders. Dus, en hoe doe je dat dan? Ja, dan moet je dus al dat soort efficiëntieslagen gaan maken. Hè, zoals het opsplitsen van je bedrijf. En het, Dus eigenlijk zeggen bedrijven zijn op zoek naar kapitaal. Daardoor moeten ze zo efficiënt mogelijk werken. En daardoor wordt dat gedreven. Ja, dus die slag naar efficiëntie. Dus ik interpreteer Friedman anders. Ik interpreteer Friedman eigenlijk als een soort gevolg van het feit dat in de jaren 70 weer die R groter dan G werd, Piketty. Dus het rendement op kapitaal was hoog en dus moest je als bedrijf ook wel zorgen dat je heel veel waarde gaf aan je aandeelhouders, hè, je kapitaalverschaffers. Ja. En dan moest je dus dat arbeid gaan opknippen bijvoorbeeld, of je moest gaan uitbesteden. Ja. Dus eigenlijk meer een gevolg dan een oorzaak. Ja, ik zie het meer als een gevolg dan als een oorzaak, inderdaad. Mooi. Sander, reactie daarop en dan kijken of er de zaal al vragen zijn. Gedeeltelijk eens, maar toch op een aantal punten echt wel oneens. Nee, kijk, dus volgens mij is onze analyse van wat er gebeurt, hè, wat de uitkomst is, die is eigenlijk hetzelfde. Hè, dus we zien hetzelfde gebeuren qua uitkomst. De crux zit hem in wat je zei en wat Piketty zegt. Het verandert niet als we niets doen. En ik ben, voordat ik historicus werd, heb ik nog een tijd bewegingswetenschappen gedaan. Ik ben eigenlijk een beta van huis uit. En wat mij heel erg opvalt als ik die geschiedenis van de economische wetenschap bestudeer, is dat er in de 19e en 20e eeuw is ongelooflijk veel werk aan academisch verzet om te proberen de economie te vatten in wetmatigheden, in wiskundige formules. En het interessante is, dat is bijvoorbeeld Adam Smith had de metafoor van de onzichtbare hand. En later gingen economen proberen te rekenen aan die onzichtbare hand. En als je Adam Smith zelf leest, dan zie je dat het echt bedoeld was als een metafoor. En dat hij heel iets anders bedoelde dan wat we gecreëerd hebben. En het punt is, als ik in de economie... Dat is allemaal de optelsom van wat er gebeurt in de economie, van wat wij onderling met elkaar afspreken, wat wij onderling met elkaar normaal vinden en eigenlijk ook welke verhalen we aan elkaar vertellen. Dus zolang wij zeggen van het is een soort wetmatigheid dat natuurlijk kapitaal wil het rendement op kapitaal verhogen. Dat is volstrekt logisch vanuit hun perspectief, want dan krijgen ze meer. En op de een of andere manier zit er wel iets in ons mensen dat we het leuk vinden om meer te krijgen. Dat was niet het punt van Piketty, hè? Nee, dat was niet het punt van Piketty. Nee. Maar die wetmatigheden die je wil beschrijven. Maar waar het mij om gaat, gaat om die wetmatigheden. En is er nou een soort van wetmatigheid in te vatten? En is dat door die oorlog gereset omdat er geen kapitaal was? Er waren een heleboel afspraken zijn er gemaakt in die economie na de Tweede Wereldoorlog, die ook maakten... Dus minimumlonen werden ingevoerd, er werden allerlei sociale vangnetten ingevoerd, de hele verzorgingsstaat is opgebouwd, WAO, WW, noem maar allemaal maar op. Allemaal maatregelen, de arbeidscontracten waren heel erg vast en heel erg beschermd, er kwamen pensioenstelsels. Dus we hebben als mensen een heleboel wetten ingevoerd, gewoon wetten, de optelsom van afspraken die we met elkaar maken en dan via het parlement de koning of de koningin een stempel op laten zetten. Die maakte dat kapitaal in toom werd gehouden, omdat ze hadden gezien in de eeuwen ervoor dat als je dat kapitaal niet in toom houdt, dat het gaat woekeren.
En ik praat nu een beetje in linkse termen, maar ik hoop dat jullie me dat vergeven. Nee, maar dus dat was het perspectief. En je kan daar dus wat aan doen. En waar wij nu voor staan is de keuze van willen we het kapitaal zo voort laten gaan en letterlijk de planeet laten vernietigen. Want dat is het pad waarop we nu zitten. Terwijl we daar als werknemers, we zijn met veel meer. We zijn democratieën. En toch laten we het gebeuren dat we een economisch groeimodel in stand houden dat goed is voor kapitaal, slecht voor ons, slecht voor de planeet. En de crux is dus als we niks doen. En er worden heel vaak verwijzingen gemaakt naar rekenkundige formules. En die zijn op zich in een academische setting is het ook heel nuttig om modellen te maken. He, want daarin kan je proberen te bestuderen wat er gebeurt. Alleen, het is heel belangrijk dat je altijd blijft beseffen dat een model een versimpeling van de werkelijkheid is. En als ik dit flesje hier laat vallen, dat zal altijd naar beneden gaan. Dat is een natuurwet. Ongeacht wat wij hier met elkaar afspreken, gaat dit flesje naar beneden vallen als ik hem loslaat. Maar het minimumloon, de hoogte daarvan, kunnen wij gewoon met elkaar afspreken in het land hoe hoog dat moet zijn. Doorbetaling bij ziekte. De belasting op kapitaal, want we zien in Nederland dat we arbeid heel zwaar belasten, tot 50% of meer, afhankelijk van hoe je ziektepremie en zo werkt en hoe je dat meetelt. En de belasting op kapitaal is veel lager. Die is afhankelijk van hoe je dat regelt, 0 tot 10-20% als je dat handig aanpakt. Dus daar zitten hele grote verschillen in en die... Dat is de optelsom van de afspraken die we met elkaar maken. En daar moeten we dus met elkaar als samenleving een debat over voeren. Van willen wij inderdaad dat dat kapitaal altijd groter is dan die arbeid? Of vinden wij eigenlijk het veel redelijker dat werken loont? En dat de mensen die dat rendement, die dat kapitaal mogelijk maken. Want kapitaal groeit alleen maar als mensen werk verzetten. Sander, ik ga hem even samenvatten. Eigenlijk zeggen jullie, economie is veel meer een optelsom van keuzes, afspraken die we maken. Veel minder van die wetmatigheden om dat zo te kunnen doen. Ja, en dat is ook... En dat is heel hoopvol, hè. Want we kunnen in die economie eigenlijk, als we willen, kunnen we een heleboel dingen veranderen. Omdat we er zelf met elkaar over gaan. Maar we moeten wel beseffen dat we er zelf over gaan. En dat is iets wat je samenleving breed... Dat is wel uitgemunt. Ik ga naar Harry en dan ga ik naar de zaal. Als er vragen zijn, dan ga ik naar de zaal voor vragen. Harry, je gaf het al aan. Ik wil op reageren. Hij zegt veel, het is meer keuze. Het zijn meer keuzes die we maken in de economie. En daar heb je eerder wel eens tegen geageerd. Nou, even een paar puntjes. Ja. Eerst na de Tweede Wereldoorlog. Hè, dan werden er allerlei regelingen die gunstig waren voor arbeid, werden ingevoerd. En dat leidde dan tot een goede positie van arbeid. Maar het was, ook hier was het andersom. Ik bedoel, de arbeid was toen heel erg... schaars, zeg maar, was gevraagd om weer mee te werken aan de wederopbouw. En dus lag het ook erg voor de hand dat je dan allerlei regelingen ging verzinnen die gunstiger waren voor de factor arbeid. En je ziet ook, in Nederland hebben we heel lang aan gedacht dat we daarmee door konden gaan, onbeperkt. Bijvoorbeeld het kabinet Den Uyl ging er heel erg mee door. Op dat moment zijn er heel veel... regelingen ingevoerd, bijvoorbeeld de WO of de bijstand is verhoogd enzovoort. Mm-hmm. Terwijl op dat moment in feite de economische omstandigheden al heel anders aan het worden waren. Die waren het nog niet, maar die werden het. En je zag toen dus dat men dus doorging met goede regelingen. Die regelingen op zich waren goed, maar die konden in het economische klimaat van dat moment konden ze niet gehandhaafd worden. En wat betekende dat dus? Dat betekende de jaren 80 dat een heleboel van die regelingen weer werden teruggevoerd. Omdat, kijk, ik had het net over die natuurwet. Er zijn helemaal geen natuurwetten in de economie. Maar er is één natuurwet en daar gaat het hele boek van Piketty over. En die ene natuurwet is dat de rendement op kapitaal... Moet hoger zijn. En je kunt er wat tegen doen, inderdaad, om te zorgen dat niet moet. Maar dat kun je alleen maar doen wereldwijd. Hè? Dus je kunt kapitaal alleen maar in de hand houden als je overal in de wereld het kapitaal in de hand houdt. En dan zijn we als Nederland te klein om zelfstandig iets in te kunnen doen. Sowieso. En in Europa lukt dat ook niet, want Europa vecht ons bijvoorbeeld de tent uit met het aantrekken van kapitaal. Mm-hmm. Hè, door de vennootschapsbelasting, daar hebben jullie het ook over gehad. Hè, die vennootschapsbelasting is overal verlaagd in de EU-landen. Precies het omgekeerde van wat je zou moeten doen. Ja. Omdat we kapitaal willen aantrekken. Dus je concurreert, landen concurreren om kapitaal aan te trekken. Terwijl je eigenlijk, wat je zou moeten doen, is inderdaad op een of andere manier dat kapitaal dan in de hand zien te houden. Maar ja, dat kan dus niet als je dat
als je dat niet met z'n allen doet. En met z'n allen betekent echt met z'n allen. Het is niet alleen Europa, maar ook Amerika. Nou, ik zie de Verenigde Staten nooit met zoiets meedoen. En dus Azië. Dus mijn... toch iets van een wet dan eigenlijk? Ja, het is iets van een wet. Ja, het is iets. En een tweede wet die naar mijn idee toch wel geldt, is dat er toch wel zoiets is als de onzichtbare hand. En het is waar dat die Smit, noemt het maar één keer. Het is mooi, in het boek staat het dat Smit, we leren het allemaal bij economie op de middelbare school, maar die hele onzichtbare hand wordt maar één keer genoemd in het werk van Smit. Je moet dus echt rekening houden met het feit dat er markten zijn. En dat markten die werken niet altijd goed, maar markten, als je geen rekening houdt met markten, bijvoorbeeld met de markt voor kapitaal, en je denkt van nou, ik kan in mijn eentje wel de markt van kapitaal verslaan, dan lukt dat dus niet. Mm-hmm. Dus marktwerking, en kapitaal is heel erg mobiel, die gaat gewoon daarheen waar het het hoogste rendement weet te halen. En als er dus ergens het rendement wordt afgeknepen, ja, dan gaat het kapitaal weg. Dat was de reden waarom Rutte op een gegeven moment kwam met het afschaffen van de dividendbelasting. Die parkeren we even, maar ja, dat is maar zeker goed, een punt. Nee, ja. Maar dat is maar een Rond, illustratie. Ik zie wel vragen aan het publiek. Dus ja. Dat is goed. Vraag het publiek. Ja. Ik kom even naar u toe, want anders voor de streaming niet te doen. Ja, even uw naam en dan uw vraag. Bram van der Hoogen. Ik was even getriggerd door jouw opmerking over wat kunnen we zelf doen, hè? En wat mij heel erg bezig hield toen jij je verhaal aan het vertellen was, van overkomt dit nou ons? Hè? En als ik dan naar Piketty kijk, wat ik van hem gelezen heb, is dat 99% die teert eigenlijk in op kapitaal en 1% die blijft maar groeien daarin. Hè? En ik heb af en toe ook wel het idee dat wat jij schetst, van we kunnen met z'n allen die afspraken maken, maar dat is best wel elitair. Maar je kunt ook kijken naar die 99%, die voedt wel de behoefte, waar die 1% van profiteert. Dus ligt het eigenlijk niet op een heel ander vlak, ons gedrag, wat we moeten veranderen dan dat je met elkaar andere loonafspraken maakt? Gedrag veranderen in plaats van loon. Ik kijk of er nog vragen zijn, dan pikken we die even mee. Voorlopig, eigenlijk zegt hij gedrag veranderen in plaats van die afspraken. Sander. Ja, kijk, op zich heb je daar natuurlijk helemaal gelijk in. En ik ben het ook helemaal eens met Harry dat we hopeloos verdeeld zijn als samenleving. Als landen onderling, hè, binnen Europa, als continenten, als grote blokken. Maar ook binnen Nederland zijn we hopeloos verdeeld. En we hebben 18 of 19 partijen in ons parlement zitten. Dus zolang we inderdaad zo verdeeld zijn, dan zal er ook niks veranderen in die zin. En het punt waarom ik steeds zo hamer op die afspraken is, een van de dingen die mij heel erg verbaast, als we bijvoorbeeld kijken naar het Nederlandse politieke debat, dan zie je dat bijvoorbeeld partijen, als je kijkt naar de sociaal-economische status van de achterbannen van partijen als DENK en de PVV, dan zou je denken, nou die hebben wel een gedeeld belang om samen voor te strijden. En een belang waarvan ik denk dat het veel meer impact heeft op hun leven, op hun directe leven, dan als ze identiteitspolitiek aan het voeren zijn. En ik ben misschien, misschien wijk ik ook, ga ik te ver af van jouw vraag, maar ik ben misschien naïef of een idealist, maar je ziet dat zodra er echt consensus ontstaat over welke kant we op willen met elkaar als samenleving, dan kunnen we die kant op. En dit boek is eigenlijk ook een oproep van laten we op zoek gaan naar een nieuwe consensus. Gebaseerd op iets waar verreweg het overgrote deel van de mensen profijt van heeft. Hè, 99% weet ik niet, maar ik denk dat 2/3 van de bevolking heeft er echt heel veel profijt van. En dat zijn de armste 2/3, zeg maar. En die daarboven, ik bedoel, rijken blijven altijd rijk. Alleen ze worden wat minder snel rijker. Dus in die zin zouden we er allemaal beter uit kunnen komen als we ook snappen wat er gebeurt en dan ook met elkaar die kant op willen. Ja. Ja, Bram, ik loop even naar je toe. Ja, vervolgvraag. Ja. Sorry, wat ik met name bedoel is dat wij het ook wel heel erg in stand houden. Hoe die dingen nu gaan. We willen allemaal die iPhone hebben. We willen allemaal kunnen bellen. En dat de Uber met een of andere goedkope schnitzel voor de deur staat. En dat doen we allemaal op allerlei vlakken. Of het nou een Primark gaat of wat dan ook. Ja, nee, eens. Maar we doen er eigenlijk aan mee, zegt hij. We zijn en consumenten, maar ook we houden het in stand als... Nee, dat ben ik al met je eens. Maar ik geloof niet in de individuele oplossing voor het collectieve probleem. He, dus we hebben, of het nou gaat over naar de Primark gaan of de hele... toen ik klein was, altijd van die campagnes van een beter milieu begint bij jezelf. Ja, dat is helemaal niet zo.
Een beter milieu begint pas als we met z'n allen iets anders gaan doen. Niet als je in je eentje iets anders gaat doen. En wij zijn als individuen, zijn wij totaal niet... Ik bedoel, niemand heeft hier individueel invloed met zijn koopgedrag. Als we met z'n allen iets doen, dan hebben we invloed. En dat kan je, ja, historisch gezien, dat is geen natuurwet, helemaal niet. Maar historisch gezien zie je dat om met z'n allen iets te gaan doen, dat het vaak helpt als iemand een beetje de leiding daarin neemt en het uitlegt. Ja. Nou, eigenlijk zeg je collectieve problemen, collectief aanpakken. Bram zegt net, ja, het begint wel bij één persoon die misschien het verschil kan maken. Ik wil eigenlijk door naar het volgende onderwerp. Even weer naar de zaal. Maak even de handen zien van de mensen die 1982 bewust hebben meegemaakt. Mijn geboortejaar. Ja, ik zie sommige dames smokkelen. Nee hoor, inderdaad, die waren er nog niet in 82. Sander, we moeten even terug in de tijd. We hadden het over afspraken. Den Uyl kwam voorbij. Iets met spreiding van kennis, inkomen en macht, moet je dan altijd zeggen. En dan, kun je even als historicus, het klimaat in Nederland voor het akkoord van Wassenaar en daarna, wat gebeurde er? Het akkoord van Wassenaar, dat weet iedereen natuurlijk. Dat was eind 1982. Ik zeg natuurlijk, maar... Yes, voor alle economen geschiedenis... Ik wil het namelijk niet ongemakkelijk maken. Okay. Nederland, begin jaren 80, enorme oplopende werkloosheid. Hè, dat te maken met die industrie die deels verdween, verouderde scheepswerven die failliet gingen. Dat soort ontwikkelingen. De vakbonden die waren eigenlijk hun hele grip op het spel ook aan het verliezen. Die kregen eigenlijk niet veel meer voor elkaar gespeeld. En dat heeft natuurlijk ook te maken, als die werkloosheid hoger is, is er ook minder te eisen misschien vanuit een machtsperspectief van een vakbond. En uiteindelijk is er toen een akkoord gesloten tussen de werkgevers en de werknemers. In ieder geval binnen de polder geldt dat als een legendarisch akkoord, het akkoord van Wassenaar. Dat was Wim Kok, die was toen nog voorzitter van de grote vakbond FNV. En Chris van Veen was de voorman van de werkgevers. En in zijn villa in Wassenaar, vandaar het akkoord van Wassenaar, hebben ze eigenlijk een soort uitruil gemaakt waarbij... Het is heel simpel uitgelegd, waar het op neerkwam dat de vakbonden akkoord gingen met loonmatiging. En dat was echt een omslagpunt eigenlijk in de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Want vakbonden die strijden natuurlijk altijd voor meer loon. En uiteindelijk hebben ze toen gezegd, in het belang van de economie, in het belang van ons allemaal, maken wij een offer. Wij stemmen in met loonmatiging en dat gaan we uitleggen aan onze achterban. En wat... Ze kregen er wel iets voor terug, toch? Ze kregen de arbeidstijdsverkorting voor terug. Nee, precies. Dus ze hebben een deal gemaakt die in de context van 1982 ook heel logisch en begrijpelijk is. Voor dat moment. Maar waarom wij dat akkoord... En dat akkoord geldt eigenlijk in de jaren 90 is dat ook echt... Kok was toen premier, die ging de wereld rond. En Bill Clinton ging hierbij op bezoek. Ja. En Kok was eigenlijk met het akkoord van Wassenaar revolutionair als een voorman vanuit de linkse beweging, de arbeidersbeweging, die eigenlijk op de mee ging denken met het kapitaal, het grote economische belang en zei van we moeten offers brengen aan de economie en soms moet je gewoon je loon matigen. En Bill Clinton, die zijn heel joviaal, Wim, you were the first. En daar heeft hij veel furoren mee gemaakt. Maar wat ik heel interessant vind als historicus, is dat je dus in die tijd ziet dat sinds dat akkoord van Wassenaar, dat eigenlijk 40 jaar lang, iedere keer dat de economie een beetje begon af te koelen, of dat die een beetje begon te krimpen, en ik zal straks uitleggen waarom het totaal niet relevant is om naar dat BBP te kijken, en daar gaan we straks waarschijnlijk ook over dan in discussie raken. Waarschijnlijk wel, ja. Maar iedere keer dat dreigde te gebeuren, was eigenlijk daarna een soort Pavlov-reactie. Oh jee, de economie die groeit niet. We moeten offers brengen, loonmatiging. En we zijn ook van ons dat moment zijn we eigenlijk gaan proberen ons iedere crisis een weg uit te bezuinigen. Hè, dat hebben we met de kredietcrisis gedaan, met de dotcom-crisis, met de eerdere crisis. En dat vind ik wel een hoopvol signaal, dat we nu tijdens de coronacrisis hebben we een andere route gekozen. En we weten nog niet waar het ons uiteindelijk gaat brengen, want ik zie ook nog wel wat potentiële bedreigingen in de schuldenposities die bestaan. Maar wat je in ieder geval ziet is dat de werkgelegenheid nu door gewoon is dat hele
idee van Wassenaar. En we hebben dit boek, dat lag klaar toen de eerste lockdown begon. Dus, je hebt uitgesteld, hè? Je hebt er nog iets kunnen toevoegen. We hebben er iets kunnen uitstellen, maar het is voor ons eigenlijk echt, terwijl het boek in de winkel lag, was het heel hoopvol om te zien wat voor een steunpakketten er voor de economie en voor werknemers kwamen. Omdat we hebben 40 jaar lang met een soort dogma geleefd van als die economie niet groeit, dan moeten we gaan bezuinigen. En dat heeft tot ongelooflijk veel financiële ellende voor mensen die vervolgens hun banen verliezen als er bezuinigd wordt. Waardoor ze minder te besteden hebben, waardoor zo'n recessie langer duurde. En dat is 40 jaar lang heeft dat echt de toon in Nederland bepaald. En die geest van dat akkoord van Wassenaar, ja, wat mij betreft, vanuit het werknemersperspectief moeten we daar zo snel mogelijk vanaf. En misschien zijn we er inmiddels ook wel vanaf. Ik ga het dan Harry vragen. Bij bestuurskunde Lyrium, akkoord van Wassenaar, de Nederlandse polders. Nou, dat is een hartstikke goed iets, geroemd in het buitenland. En Sander ziet het ook van, nou, dan loopt eigenlijk die grafiek uiteen. De groei blijft, maar die loonontwikkeling blijft achter. Harry, hoe kijk jij er tegenaan? En was het voor die tijd ook al niet in Nederland onze reactie loonmatiging op welke crisis dan ook? Voor 1982? Nee. Dat is echt een breuk geweest. Maar, toen. Maar kijk, ik ga denk ik mezelf weer herhalen. Kijk, dat akkoord van Wassenaar was gewoon een gevolg van de situatie op dat moment. Hè. Dus we hadden op dat moment, ik zeg het maar weer, R groter dan G. Dus het rendement van kapitaal was weer aan het toenemen op dat moment. Zeg maar de Piketty-redenering. En er is nog heel lang gedacht in Nederland, ook door het kabinet Nijl, maar die zaten nog een beetje in de, zeg maar, in de G groter dan R-modus. Maar toen in het kabinet daarna, van Acht-Wiegel, die dachten eigenlijk ook nog steeds dat je nog wel door meer besteden de crisis kon bestrijden. Maar dat was op dat moment niet het geval, want als inderdaad R groter dan G is, heeft de overheid er ook last van. Hè? Want hoge R betekent in feite gewoon dat je hoge rentelasten krijgt op je overheidsschuld. Hè? En je zag dus ook in het begin van de jaren 80 dat de overheidsschuld, die was enorm aan het exploderen op dat moment. Met name de rentelasten natuurlijk, die werd toegevoegd aan de schuld. En dat kon dus eigenlijk niet doorgaan. Ik was toen natuurlijk alive and kicking in 1982. En als econoom. Hoe kijk je daarnaar? Ja? Als econoom heb ik dat altijd een ontzettend idioot akkoord gevonden. He, want de markt, ik heb het toch maar over de markt. De markt vroeg gewoon om lagere lonen. En die kwamen dus om. Er was dat akkoord dus eigenlijk helemaal niet voor nodig. Het was meer symbolisch dan eigenlijk zeggen. Het was naar mijn idee meer symbolisch. Ja, en het was ook nog een hele rare ruil inderdaad. Je kreeg de arbeidstijdverkorting voor terug. Terwijl het helemaal niet duidelijk is dat arbeidstijdverkorting dat op dat moment Een goed instrument was. Dat was helemaal niet duidelijk. Mm-hmm. En inderdaad, hè, kijk, dus het was onnodig, want de markt zou toch leiden tot lagere lonen. En als dat niet meer het geval zou zijn, wat later werd de situatie, begin jaren 80 was wel een beetje een rampjaar, moet ik zeggen. Er was een enorme werkloosheid, enorme schuld enzovoort. Heel veel jeugdwerkloosheid op dat moment. Hè. Toen hebben we ook de FUT uitgevonden, bijvoorbeeld. Ook een beetje een onzalige regeling, maar die op dat moment in ieder geval voor de toenmalige jongeren wel gunstig uitwerkte. Ja, dus alles wat er gebeurde, wat er in dat akkoord zat, dat moest al gebeuren. Hè? Dus die lonen die moesten al dalen. En behalve dan die arbeidstijdverkorting. Maar ik moet wel zeggen, daar ben ik het wel mee eens, dat later in Nederland dat loonmatigingsidee gewoon een enorme mantra is geworden. Ja. En voor zover dat idee van die loonmatiging dan effectief was, was op het moment dat dat zeg maar, wie iets beter ging met de economie in het verloop van de jaren 80, met name eind jaren 80, was dat eigenlijk heel erg slecht voor de economie juist. Hè? Want loonmatiging betekent alleen maar dat je de markt, en ik heb het maar weer over de markt, dat je de arbeidsmarkt verstoort op een of andere manier. Want als je hogere lonen nodig hebt, moet je ze kunnen geven. En er waren natuurlijk op bepaalde sectoren, waren echt tekorten. Een bepaalde soorten arbeid, niet overal natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, dan was altijd die loonmatigingsidee van ja, je moet niet te veel gaan betalen. Maar dat betekent dus het feit dat je hele verkeerde prikkels in de economie stopte. Ja. Eigenlijk verkeerde prikkels, maar dat zou sowieso toch gebeurd hebben, los van dat akkoord, zegt u eigenlijk. Nou ja, kijk, voor zover dat dan dus. Dus die, in de politiek kwam steeds weer die loonmatiging naar voren. En in de economie wat minder. Maar eens met Sander dat het eigenlijk een verkeerde maatregel is.
In tijden van crisis? Ja, het was dus onnodig in het begin. Hè? Dus in 1982 was het onnodig, want de markt vroeg gewoon daarom. En dat zou vanzelf wel gebeuren, anders zou je echt een enorme massawerkloosheid hebben gekregen. Dus het was sowieso noodzakelijk, tijdelijk. Maar het dreigde dus permanent te worden, want in Nederland is die loonmatigingsidee is gewoon heel lang en eigenlijk tot vrij recent nog als een heel goed idee verdedigd. Terwijl mijn idee een heel slecht idee is, want het leidt tot hele verkeerde prikkels, zoals ik net al zei. En ook in een internationaal perspectief is het heel slecht, hè, want als je bijvoorbeeld kijkt naar de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van de Zuid-Europese landen, heeft Nederland ook ervoor gezorgd dat die Zuid-Europese landen door die loonmatiging hier uit de markt is geprijsd. Hè? Want in Griekenland of in Italië had men geen loonmatiging. Ja, dus het was ook nog eigenlijk een heel onsolidaire maatregel als je het vanuit de EU-perspectief bekijkt. Dus van alle kanten bekeken, ook op dat moment, hè, dus bij het moment van de invoering was het onnodig en later was het alleen maar voor zover het dan invloed had, maar ik had wel het idee dat het invloed had, ook op vakbondsgedrag, voor zover het dan invloed had, was het gewoon slecht voor de economie. Te langer vastgehouden en slecht voor de economie. Ze hadden eigenlijk eens met elkaar. Alleen Harry zegt, joh, het had toch wel gebeurd. Het is eigenlijk een... Nou ja, kijk, ik denk dat er ook iets anders aan de hand was. We waren in Nederland nog echt een industrieland tot de jaren 80. En we zijn nu een dienstenland geworden, een dienstensamenleving. En wat je begin jaren 80 zag, is dat die industrie eigenlijk in een heel hoog tempo aan het verdwijnen was. En dat die diensten nog moesten opkomen als alternatief daarvoor. Dus de vraag of het nou per se aan het kapitaal ligt, of dat een oorzaak of een gevolg is, die is voor mij is die nog niet zo evident. Het is altijd een beetje riskant, want ik ben geboren in 1982 en Harry was al econoom. Ja. Rond, ja. dus in die zin is het perspectief dat wij hebben sowieso anders. Een ander punt wat ik toch ook wel even wil benoemen is als het gaat over markten en wat een markt nou is en hoe autonoom een markt is. Want een markt kan niet bestaan zonder een overheid die de grenzen van de markt bepaalt. Mm-hmm. De markt is zo vrij als de regels zijn, maar als er geen overheid is, als er geen wetgevende macht is en geen politiemacht die het bezit beschermt bijvoorbeeld, dan kan je niks bezitten. Dan kan je eigenlijk ook niks op een normale manier met elkaar verhandelen. He, en binnen markten kan je allerlei regels stellen. Nou, we kennen het minimumloon bijvoorbeeld. Dat is gewoon een duidelijke regel binnen de arbeidsmarkt. Je kan, in de sociale huursector hebben we allerlei regels of puntensystemen dat een huurwoning onder een bepaald aantal punten een bepaald bedrag mag kosten. Dus het idee dat een markt een autonoom iets is, en natuurlijk heeft de markt zijn eigen eigenaardigheden en wetmatigheden wil ik niet zeggen, maar het is eigen acties en reacties die het oproept. Maar uiteindelijk heb je die overheid nodig om te definiëren hoe die markt eruit ziet. En ook daar hebben we ongelooflijk veel invloed op. En daarom ben ik er niet van overtuigd dat per se noodzakelijk is dat kapitaal de beslissende slag moet zijn. Ja. Eigenlijk zeg je, markt heeft behoefte aan een marktmeester die regelt dat die markt werkt en die afspraken nagekomen worden. Harry? Ja, dat is mijn idee evident. Natuurlijk heb je een overheid nodig. Want zonder de overheid, dat is wat je zegt, hè. Ik bedoel, zonder de overheid kan de markt niet bestaan. Ik bedoel, dat zegt Adam Smith natuurlijk ook. De overheid is nodig om te zorgen dat er condities te zijn, dat er gewoon gehandeld kan worden. Als er niet gehandeld kan worden omdat er overal dieven op de weg zijn, dan heb je geen markt. Dat is duidelijk. Dus daar zou ik ook helemaal niet tegen zijn. Maar ik vond het goed om het even te benoemen in een zaal met niet-economen. Een ander punt. Harry was het eens. En Sander, maar Rutte heeft ook al een keer gezegd, die lonen moeten omhoog. Is dat dan definitief afscheid voor jou gezien, definitief afscheid van dat akkoord van Wassenaar? Nou ja, we moeten eerst nog eens zien wat er gaat gebeuren bij de formatie. Hè? Want Rutte heeft het een keer gezegd, van ja, de lonen moeten omhoog, de werkgevers moeten verantwoordelijkheid nemen. Maar een knop waar hij heel duidelijk aan kan draaien is de hoogte van het minimumloon. Hè? En dat is toch heel bepalend aan de onderkant van het loongebouw, zoals economen dat noemen. Hè? De onderkant van de arbeidsmarkt, de hoogte van het minimumloon, bepaalt gewoon in grote mate wat de norm is. Hoeveel wij zeggen dat arbeid in Nederland moet kosten. En als je ziet dat Mark Rutte in zijn VVD-verkiezingsprogramma heeft gezegd dat moet van 10 euro, wat het nu is, naar 11 euro.
En als je ziet, als het was meegestegen met de gemiddelde lonen sinds de jaren 60, was het minimumloon nu al 16 euro geweest. Ja, dan zie je dat daar wel veel ruimte ligt voor hoeveel brood doet hij bij de vis. Is dat een boter bij de vis? Boter. Hoeveel boter doet hij bij de vis? Ja, sorry. Ja, okay. Harry, is dat een goede zaak? Dat er één, dat Rutte dat roept, of twee, dat minimumloon kan stijgen? Ja, ik denk, kijk, want wij zijn het natuurlijk eigenlijk wel over eens dat de lonen mee zouden moeten groeien met de economische groei. Maar je moet natuurlijk wel opletten wat er dan überhaupt gebeurt met het kapitaal. Kun je dat, want dat was dan ook het idee achter dat opheffen van die dividendbelasting. Kun je zomaar maatregelen nemen die de concurrentiepositie ten opzichte van dan kapitaal verzwakken? En nogmaals, het zou eigenlijk beter zijn om dat allemaal op Europees niveau te kunnen doen. Regelen. Maar dat, ja, goed, dat gaat niet gebeuren. Dus moeten we het op Nederlands niveau. Maar er zit natuurlijk een risico aan. Er lijkt nu toch een afspraak te zijn voor vermogensbelasting voor bedrijven. Dat er een soort minimumtarief van 15% moet komen. Ja, maar is dat een stap in de goede richting? Of dat is een stap in de goede richting. Maar het is natuurlijk heel weinig. Nog te weinig. Ja, en in aanvulling, we hebben ook een klimaatakkoord. Ik bedoel, dit soort afspraken, dat zijn voornemens. Maar het moet nog wel even worden omgezet. In wet en regelgeving, zodat het daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Dus het is inderdaad een mooi voornemen. Maar ik denk bij dit soort afspraken altijd toch even eerst zien dan geloven. Ja. Ik wil naar een ander onderdeel gaan. Het economische groei wordt gemeten. Bruto nationaal product of bruto binnenlands product is het later genoemd. Sander, 2.1, waar komt het vandaan? Dat beschrijf je in je boek. Maar dan 2, jij zou ervan af willen. Ja, dus waarom? Nou kijk, wij tijdens het schrijven van het boek uiteindelijk, het was ook een groot leerproces en zoekproces, maar op een gegeven moment, als je naar onze samenleving kijkt, kan je bijna niet anders dan concluderen dat we een hele bizarre verhouding hebben tot het begrip economie. En dan heb ik het even los van de economische bezigheid, maar als wij in de samenleving praten over economie, dan we kennen de economie allerlei fysieke kenmerken toe. Hè. Hij kan kwakkelen, hij kan sterk zijn, hij kan gezond zijn enzovoort. Hij kan ziek zijn. Maar als je dan kijkt, waar hebben we het dan eigenlijk over? En we hebben het net al gehad over de loonoffers, hè, alsof de economie een soort antieke god is die je gunstig moet stemmen als hij begint te grommen. Mercurius, ja. En precies. En uiteindelijk, als je dan kijkt, waar hebben we het dan over? Ja, dan hebben we het over het BBP, het bruto binnenlands product. En in het dagelijkse taalgebruik, het politieke taalgebruik en dus ook als we stemmen, dan gaat het eigenlijk altijd over dat BBP. En als je dan kijkt waar dat BBP, wanneer dat maatgevend is geworden binnen onze samenleving, binnen ons denken over wat het doel is van beleid, en namelijk die economie moet groeien, want dan worden we allemaal beter van. Ja, dan kom je terug in de Tweede Wereldoorlog. En de Amerikaanse president Roosevelt, die had voor de Tweede Wereldoorlog had hij 4 vrijheden gedefinieerd. En die zei, nou, vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting, die hadden ze natuurlijk al. En die zei, daar ga ik aan toevoegen de vrijheid van gebrek en van vrees. Hè, dus in economische termen ben je natuurlijk niet veilig als je geen goed dak boven je hoofd hebt, als je geen pensioentje kan opbouwen, als je geen gezondheidszorg hebt enzovoort. En dat je ook niet bang hoeft te zijn, dat je honger hoeft te lijden. En hij was op zoek naar allerlei, hij nam allerlei experimentele maatregelen die we kennen als de New Deal, die nu vaak wordt gerefereerd met de Green New Deal. Maar met de New Deal, hij gaf gewoon enorme overheidsprojecten, pompt enorm veel geld in die economie en nam allerlei andere maatregelen. En hij was op zoek naar een soort index, een soort matrix om te meten, statistisch, objectief, van heeft dat beleid zin? Breng ik die 4 vrijheden dichterbij? En hij had samen met Kuznets, dat is dat staat in de boeken in ieder geval, dat het een briljante statisticus was. Ik heb hem nooit ontmoet uiteraard. Maar die waren bezig aan een soort rekenmodel waarin ze keken van nou, dingen die goed zijn voor de mensen, voor die 4 vrijheden, daar geven we punten voor. En dingen die slecht zijn, daar geven we strafpunten voor. En als je dat een beetje zou vertalen naar hedendaagse termen, dan zou je bijvoorbeeld zeggen, als ik jou een brood verkoop of als ik voor jou zorg, dan is dat goed. En als ik jouw sigaretten verkoop, is dat eigenlijk slecht. Hè? Dus zo moet je dat een beetje zien. Dus dat die echt onderscheid maakte tussen wat is nou wel niet goed voor die samenleving.
Maar die Amerikanen kwamen in die Tweede Wereldoorlog terecht. En toen hadden ze eigenlijk een groter probleem dan die vier vrijheden. Want voor ze aan die vier vrijheden toe gingen komen, moesten ze eerst toch zorgen dat ze niet... ze werden aangevallen door Japan, dat ze niet door Japan bezet zouden worden. En Duitsland pakte ze er meteen maar even bij. Alleen de Amerikanen hadden dat met een leger dat niet groter was dan dat van Zweden. En wat zij moesten doen is die hele economie, die hele samenleving eigenlijk in dienst stellen van die oorlogsinspanning. In 1942 kwamen ze in die oorlog. In 1944 wilden ze aan twee fronten op twee continenten een strijdmacht hebben met 15 miljoen man onder de wapenen. En toen zijn ze die matrix, zijn ze een hele andere matrix gaan gebruiken. Een matrix waarin ze konden meten hoe ze zoveel mogelijk schepen, ijzererts, wapens, munitie, brandstof, voedsel enzovoort. En in zo'n oorlog gaat natuurlijk alles stuk. Dus je moet alles ook heel snel opnieuw kunnen maken. Je stuurt tanks het slagveld op, die worden stuk geschoten en dan moet je nieuwe tanks hebben. En die matrix die ze toen hebben ontwikkeld, daar hebben ze eigenlijk alleen maar dingen in gestopt die handig waren voor die oorlogsproductie, voor die oorlogseconomie. En dat kennen we als het bruto nationaal product. Heel interessant, de financiële sector zat er bijvoorbeeld helemaal niet in. Want ze dachten, ja, wat draagt dat bij aan die oorlog winnen? Nou, dat heeft heel erg gewerkt. Maar na de oorlog is dat ook de standaard geworden. En in die wederopbouwjaren is dat bruto nationaal product, dat meten van maak ik, want dat is eigenlijk wat je doet. Je meet steeds, maken we morgen meer dan vandaag en overmorgen meer dan morgen. Hè? Dus maken we steeds meer spullen. En in die wederopbouw, op het moment dat je... continent in Europa in puin ligt, mensen honger hebben en de gebrek is aan alles, dan is eigenlijk vrijwel alles wat je gaat produceren, dat zijn de primaire dingen die, ja, die direct bijdragen aan welvaart. En eigenlijk bijna alles wat je produceert is dan ook meteen welzijnsverhogend voor mensen. Maar inmiddels zijn we op een heel ander punt in de tijd gekomen waarin we hele andere maatschappelijke problemen hadden. En de vraag die we ons dus moeten stellen is, Roosevelt gebruikte het BNP echt als een middel om een probleem op te lossen. En het probleem waren Duitsland en Japan. En het middel was economie zoveel mogelijk laten groeien in productietermen. Inmiddels kunnen we moeilijk volhouden dat het grote probleem van onze tijd is dat we te weinig spullen hebben. We komen om in de spullen, we barsten van de spullen. Maar we meten het succes van onze samenleving nog steeds af aan de vraag, kunnen wij morgen meer spulletjes maken dan vandaag? En kunnen we overmorgen meer spulletjes maken dan morgen? En als dat niet lukt, dan gaan we offers brengen aan die economie. Dan gaan we allemaal, worden we allemaal zenuwachtig, geraken we in paniek. En wat wij dus in het boek voorstellen is om, als we het hebben over die economie, en nou, inmiddels is die discussie over het herstel na corona redelijk weggeëbd, omdat het vooralsnog redelijk goed lijkt te gaan. Maar als je het ook hebt over het herstel van die economie na zo'n pandemie, de vraag die we ons moeten stellen, herstel van wat? Willen we nog steeds ons, helemaal onze samenleving in het in dienst stellen van steeds meer spullen maken? Of hebben we nu hele andere problemen en horen er andere oplossingen bij? Want als we het klimaatprobleem nemen, dan is het verbruiken van meer brandstoffen is geen oplossing. Maar voor het BBP is het wel een goed idee om dat te doen. Dus daarom zeggen wij in dat boek, van dus ik heb het niet over de academische wetenschap. Dat binnen de academie moeten ze doen wat ze doen. Maar in de samenleving zouden we moeten zeggen, economie is het vermogen van een groep mensen om samen problemen op te lossen. En als we die definitie kunnen hanteren, dan kunnen we gewoon met elkaar in gesprek gaan over die problemen en over welke oplossingen horen daarbij. En dan hoeven we ons niet meer, als het bijvoorbeeld gaat over klimaat, steeds af te vragen, ja, maar het mag niet ten koste gaan van de groei van de economie. Weet je, die economie moet krimpen, maar we moeten zorgen dat we wel ons welzijn op peil houden en vergroten. Dus we moeten zo'n omslag maken in ons denken. En daar past dat BBP zit daar eerder in de weg dan dat het ons helpt. En je hebt een nieuwe voorstel. Je hebt een nieuw voorstel om te zeggen, het zou beter zijn dat we iets anders meten. Ja, precies. Heel goed. Ja, dus eigenlijk zeggen wij een beetje in wat ze destijds probeerden in de jaren 40 in de Verenigde Staten, om zo'n puntensysteem te maken wat je als een brede welvaartsindicator zou kunnen omschrijven. Volgens mij noemden ze dat toen nog niet zo, maar dat weet ik niet zeker. Maar dat je inderdaad op zoek gaat naar een maatstaf waarin we kunnen meten van hoe zorgen we nou dat wij... die vier vrijheden die Roosevelt al formuleerde, dat eigenlijk gewoon hele goede vuistregels zijn. Volgens mij kan je ze ook, als je het in ieder geval wilt lezen, kan je ze ook zo in de Bijbel teruglezen. Maar je kan ze ook in het Communistisch Manifest of in het werk van Adam Smith kan je ze eigenlijk ook vinden. Het is maar net hoe je dingen wilt interpreteren.
Maar we moeten op zoek gaan naar een manier hoe we veel meer in gaan kijken van hoe gaat het met onze brede welvaart en niet met die economie aan zich. En er zijn een paar van dat soort indexen. Alleen het punt is dat het een heel politieke vraag is wat nou precies brede welvaart is. En die politieke vraag die zouden we met elkaar in een, ja, wat mij betreft, in een zo breed mogelijk maatschappelijk debat moeten bediscussiëren. Van wat willen we nou echt van onze samenleving? Waar willen we onze energie insteken als mensheid? Ja, ik zeg je ook, dit zijn eigenlijk keuzes. Het zijn keuzes die je maakt als samenleving. Wat wil je kiezen? Wat wil je ervoor zijn? Precies. Het gebeurt al in Nederland. In Nieuw-Zeeland, ja. In Nieuw-Zeeland heeft het inderdaad Jacinda Ardern. En Nieuw-Zeeland is ook eerlijkheidshalve, ik ben er nooit geweest, het is ver weg, dus je kan er een beetje exotisch over dromen ook. Maar in Nieuw-Zeeland heeft Jacinda Ardern, de huidige premier, die heeft inderdaad gezegd van we stoppen met ons beleid, het succes van ons beleid afmeten aan het bruto binnenlands product. Maar we gaan het inderdaad doen aan een brede welvaartsindicator die zij heeft toegevoegd, ingevoerd. Het enige is wel, het is nu nog veel te vroeg om te zeggen of dat succesvol is. Het is natuurlijk een experiment. En zoals bij ieder experiment in de economie, in de samenleving dus, kan je eigenlijk pas na 30 of 40 jaar terugkijkend zeggen dat heeft dit betekend of dat betekent. Maar dat we iets anders moeten doen, dat andere is eigenlijk manier, dat is eigenlijk een andere manier. Kijken of dat is. Harry, menig econoom hangt in de gordijnen als hij hoort dat het bruto nationaal product niet meer bruto nationaal product is. Nou, nee hoor. Oh, kijk, het bruto nationaal product, het bruto binnenlands product, is daar tegenwoordig. Ja. Dat is in feite. Zit in je microfoon misschien. Oh, ja, sorry. Ja. Het bruto binnenlands product, daar zitten alle producten in die een prijs hebben. En niet alle producten, wat wij producten zouden vinden, hebben een prijs. Dus die zitten dan ook niet in het bruto binnenlands product. Er is ook onder economische discussie of je zo'n brede welvaartsindicator zou moeten hebben of niet. Hè? Dus dat is helemaal niet iets voor niet-economen. Dus nogmaals, het bruto binnenlands product, daar zitten alleen maar dingen in die we kunnen meten. En als je dus een brede welvaartsindicator wil hebben, je wil dat een beetje economisch insteken, dan zul je die dingen die je daarin wil hebben, die niet in het bruto binnenlands product zitten, bijvoorbeeld sociale contacten, hè, zou je willen hebben, gezondheid, milieu, zul je daar toch op een of andere manier een prijs op moeten leggen. Om te zorgen dat er iets uitkomt. Hè? Dat je kunt zien van hoe gaat het dan met onze welvaart. Ja, en zonder prijzen, de economen hebben het natuurlijk altijd over prijzen. Zonder prijzen kun je niks meten. Dus weet je ook niet waar je precies mee bezig bent. Dus dan zou er een waarde aan gehangen moeten worden voordat je eigenlijk kunt meten. Ja, en er zijn economen die dat proberen. Want milieu, hè, we hebben het een paar keer over milieu gehad. Er is een specialisme ontstaan in de economie, de economische wetenschap, milieueconomie. En dat is eigenlijk in ieder geval in Nederland, ik weet niet hoe het buitenland is dat ontzettend groot. En die proberen dus prijzen aan niet geprijsde producten, dat is vervuiling en CO2-uitstoot en dergelijke, proberen echt prijzen op te zetten, zodat je dat mee zou kunnen nemen in, als je dat zou willen, in een meting van het bruto binnenlands product. Is het nog te vroeg om dat te doen? Is het nog te vroeg? Sander zegt ook iets van, ja, je kunt het nu wel doen, maar dat weet je pas over 30 jaar, of moeten we dat parallel neerzetten? Het is eigenlijk een beetje een statistisch probleem. Want een BBP is gewoon een soort statistische afspraak. Mm-hmm. En zo'n brede welvaartsindicator is eigenlijk ook een beetje een statistische afspraak. Wat niet statistisch is, dat je een afspraak moet maken over prijzen. En iedereen is natuurlijk, dus mensen of bedrijven die heel veel CO2-uitstoot veroorzaken, zullen dat natuurlijk niet blij zijn met een hele hoge prijs daarvoor. Nee. Hè? Want dat zou betekenen dat ze dat op een of andere manier ook zouden moeten betalen. Linksom of rechtsom. Ja. Hè, dus daar komt dan heel gauw de politiek binnen. Hè? Dus het is die brede welvaartsindicator, die dus ook onder economen wordt besproken, die heeft inderdaad gewoon een politieke dimensie. Ja. Kijk, en feiten, het toch nog iets zeggen over wat economie nou precies is. Ja, wat Sander zei, economie en economische wetenschap. Ja, Sander zei van, ja, wat economen doen, moeten ze zelf maar weten. Is dat zo? Nee, dat is niet zo. Nee, kijk, doelen, hè, dus, laat ik eens zeggen wat economen eigenlijk doen. Economen proberen heel simpel, proberen het gedrag van mensen, bedrijven,
ook overheden te verklaren. Hè? Dus, en er staat een hele mooie definitie in hun boek. Ja, klopt. Ja. Op bladzijde, nou ik ben even... 137 of iets? Ja, ik weet niet, die is van Lionel Robbins. Bladzijde 170 staat die in hun boek. Boek lezen, dus zou ik zeggen. Bladzijde 170. En die verwerpen zij. Mm-hmm. En die is precies wat economen doen. Hè? Dus die economen die accepteren die definitie. Dat is ook het baas van een handel. Wat zegt die definitie? Die definitie zegt dat economie bestudeert het gedrag van mensen, gegeven bepaalde doelen die ze hebben, gegeven bepaalde doelen, onder schaarste. Dus je moet altijd, als je gedrag hebt, als je gedrag vertoont, als je iets wil, bijvoorbeeld je wil sparen of je wil werken, dan heb je natuurlijk verschillende keuzes. Je wil vrije tijd hebben, maar je wil ook inkomen hebben. Dus je weegt altijd voor- en nadelen tegen elkaar af, maar je hebt ook bepaalde doelen. En dat leidt dan tot een bepaald soort gedrag. En dat is eigenlijk wat economen doen. Hè? Dus die bekijken het gedrag van mensen, nou ja, bedrijven, overheden, gegeven de schaarste. Dan wil Sander wil eigenlijk naar een economie waar je het alleen maar over doelen hebt. Nou, doelen, kijk, ik zei net al, economen nemen doelen als gegeven. En natuurlijk mag je het over doelen hebben. En het is juist, denk ik, ook vanuit politiek standpunt heel erg goed om het over doelen te hebben. Je zult nooit doelen kunnen formuleren waar iedereen het over eens is. Hè? Dat is even een punt wat we moeten vaststellen, want een doel is een politiek iets. En er zijn voorstanders. Dat is een keuze. Dat is een keuze. Er zijn voorstanders en er zijn tegenstanders. Maar goed, je kunt een doel formuleren. Maar wat je dan vervolgens moet doen, lijkt mij, is hoe je van dat doel naar een resultaat kunt komen. Dus je moet op een of andere manier weg uitstippelen. En dan moet je dus weten, wat gebeurt er in de economie als je een doel hebt. Bijvoorbeeld stel, een heel simpel voorbeeld, stel je wil, waar we het eigenlijk steeds over gehad hebben, je wil dat er meer inkomen naar arbeid gaat, minder naar kapitaal. Dus je gaat de belastingen op kapitaal verhogen, belastingen op arbeid verlagen. Dan moet je wel weten, ook als je geen econoom bent, wat heeft dat nou voor effect op mensen die kapitaal verschaffen? Hoe verandert hun gedrag? En ook moet je weten, wat heeft dat voor effect van mensen die arbeid leveren? Als die belastingen verlagen, misschien gaan ze wel minder werken omdat ze meer aan overhouden. Dat zou kunnen. Als je de belasting op kapitaal verhoogt, kapitaal is heel erg mobiel. Dus als mensen hun geld in Nederland niet goed kunnen beleggen, dan gaan ze naar, dat is in een seconde gebeurd, dan gaan ze naar Amerika of naar China of wat dan ook. Dus je moet je heel te degen afvragen, wat gebeurt er dan precies met het gedrag van mensen als je dat doel op die manier probeert te realiseren. Ja, dus ik denk dus dat de economische wetenschap daar heel erg nodig is bij het proberen te beschrijven van de weg naar het bereiken van het doel. Dus doel formuleren heeft de econoom eigenlijk niks mee te maken, zou je kunnen dat zeggen. Dat is een politieke keuze, zeg je? Ja, dat is gewoon een politieke keuze, maar om dan te zorgen dat dat doel ook gerealiseerd wordt. Doel, middel en gedrag. En ik hoor ook van, wat is het effect als je stel kapitaal zwaarder gaat belasten? Zou er vluchtgedrag op kunnen treden met kapitaal? Zou je arbeid naar beneden brengen? Had je ook kans dat mensen zeggen, nou, die vrije tijd is ook wel aardig, ik ga minder werken. Dat zou allemaal kunnen. En dan probeer je heel vaak in modellen te vangen, toch? Ja, nou ja, modellen zijn natuurlijk maar modellen. Dat bedoel dat. Dus er zit altijd een zeker willekeurig element in. Je weet nooit alles 100% zeker. Dus ik sluit me helemaal bij aan. Ja. Dat u nooit zeker weet. En zelfs dat weet u niet zeker. Sander, zij zeggen eigenlijk, het is over keuzes maken, doelen daarin. En je hoort ook een beetje, je zei het al aan het begin, maar eigenlijk jullie je bent achtergrond als onderzoeksjournalist economie, maar voor huis is het geen econoom. Nee, en ik denk dat dat ook in zekere zin wel bevrijdend is om als niet-econoom je bezig te houden met de economie. Want dan kan je wat vragen stellen die... Maar dan weet je dat alle economen gaan zeggen, je bent geen econoom. Nee, maar dat schrijven we in het boek ook op. En ik schrijf in het boek ook op dat ik al 10 jaar bezig was als economisch journalist. Toen ik me voor het eerst eigenlijk hard op de vraag stelde, wat is economie eigenlijk? Dus dat voelde wel een beetje onnozel, maar we konden ook niet zo heel makkelijk een antwoord formuleren. Maar kijk, wij maken een heel duidelijk onderscheid tussen waar we het in het maatschappelijk debat over hebben, als we het hebben over de economie, en over het nut dat aan universiteiten economen bestuderen wat er gebeurt in de economie. Want dat laatste, dat staat voor mij ook buiten kijf, dat volstrekt heel nuttig is. Maar als we het hebben over dat het onmogelijk is om als samenleving tot gezamenlijke doelen te komen. Ja, op dit moment, eigenlijk al de afgelopen 75 jaar, is er een vrij brede consensus. Ik zou zeggen, het is een economisch paradigma waar we in zitten. Dat het doel nu, en dat is ook gewoon een politiek doel, is groei. Weet je, we zitten in een wereld waarin groei ons doel is binnen de economie.
Dat is niet wat economen zeggen. Nee, maar dat is dus. Zonder nog even net, dan kom ik bij Harry terug. Ik maak dus ook echt onderscheid in als wij als samenleving aan het praten zijn, als we politiek bezig zijn. Kijk, op het moment dat er nu een verkiezingsprogramma wordt geschreven in Nederland, gaat het naar het Centraal Planbureau. Dan wordt het doorgerekend op wat de groeieffecten zijn. Als daaruit komt dat het BBP iets lager wordt, volgens die berekening, volgens een model wat, nou ja, je kan afvragen hoe vaak die berekeningen echt uitkomen, omdat crisis zitten er nooit op voorhand in, bijvoorbeeld. Maar dan denken wij als samenleving toch, als een partij met een programma komt waar geen groei uitkomt, dan denken we, oh, daar moeten we niet op stemmen, dat is niet goed, die zijn naïef, die zijn... Dus wij behandelen, en ik provoceer economen soms een beetje, maar wij behandelen als samenleving, plakken we iets op economen wat ze niet zijn. Zij kunnen ons namelijk niet de weg wijzen naar de doelen die wij willen. Want wij zijn democratieën en wij besluiten met elkaar wat is het grote doel van ons, van al ons werk en onze inspanning die we samen hebben. En hoe willen we dat de wereld er morgen, volgend jaar en over 100 jaar uitziet. Dat besluiten we met elkaar. En vervolgens is het aan economen om te bestuderen hoe we dat doen en wat we met elkaar doen. En die mogen als burgers natuurlijk daar ook gewoon in meepraten. Sander, is dat eigenlijk dus aan die keuzes maken? Dat is aan de samenleving en economie is daar dienstbaar aan. Ja, maar wat we nu, en dat is even het laatste, want volgens mij wil je me afkappen. Ja, eigenlijk wel. Maar wat je dus nu veel te veel ziet, en ik kijk ook heel kritisch naar mijn eigen beroepsgroep, naar journalisten, is dat er dan gebeurt er iets in de economie en dan gaan we een econoom bellen en dan vragen wat moeten we doen. En daar moeten we echt van af. Want net zoals je nooit aan een historicus moet vragen hoe de toekomst eruit ziet, moet je dat ook niet aan een econoom vragen. We moeten zelf het heft in eigen hand nemen en kijken welke doelen willen we nastreven. En dan kunnen economen ons hoogstens helpen om dat te structureren. Ik ga wat proberen. Hij zegt eigenlijk, economen, jullie worden zwaar overgeschat. Terug in je hok. Het is aan de keuzes, aan de mensen en niet aan de economen om te zeggen wat er moet gebeuren. Nou, Harry, dan mag jij los. Even over die doorrekening van verkiezingsprogramma's. Ik heb me daar in het verleden ook heel erg sterk tegen geuit. Waarom? Dat doet het CPB dan, die doorrekeningen. En ook met name in het kader van de AOW, waar ik het in het begin ook even over had. Wat CPB dus doet, die pretendeert dat ze precies kan berekenen wat er de komende 40 jaar gaat gebeuren. Dat is natuurlijk volstrekte onzin. Hè? Je kunt al soms nauwelijks berekenen wat er over een jaar gebeurt. En dat hebben we natuurlijk het afgelopen jaar ook gezien. Er komt de coronacrisis en alle voorspellingen kunnen direct de prullenbak in. Ik denk ook niet... Nee, ik weet eigenlijk wel zeker dat de economie helemaal niet zegt... we moeten zo hoog mogelijke groei hebben. De economische wetenschap dan, heb ik het dan over. En dat wordt misschien wel in de... De samenleving dicht dat wel eens toe. Ja, de samenleving dicht... En dat staat ook eigenlijk met zoveel woorden in het boek. Maar economen, volgens mij... goed, ik ben ook maar een hele simpel econoom misschien... Maar volgens mij weet de economie helemaal niet waar groei door verklaard wordt... We hebben eigenlijk helemaal geen idee van wat precies economische groei veroorzaakt. Dus dat is nog steeds niet duidelijk dan, zeg je? Nee, er zijn een paar theorieën, maar die theorieën zijn zo rudimentair dat eigenlijk geen verklaring... Het is eigenlijk allemaal ad hoc, het geeft helemaal geen verklaring voor het economische groei. Dus als er gezegd wordt, economen willen het maximale groei... Dan zeg ik altijd van maar economen weten helemaal niet hoe groei veroorzaakt wordt. Dus het is meer de maatschappij die naar de economen kijkt en dan vraagt... Ja, en dan denken van, ze zijn tegen belastingen kennelijk, want dat schaadt de groei. Er zijn economen die dat zeggen, hoor, moet ik even... Ook en, maar waarschijnlijk ook economen die het zeggen dat het net niet zo is. Maar ze zeggen dat niet gebaseerd op kennis van de theorie, want die theorie is er niet. Er is dus eigenlijk een hele grote... grote zwarte vlek in de economische theorie over wat nou precies economisch groei bepaalt. Dus dan is het ook raar om te zeggen, economen willen altijd hoge economische groei. Kijk, en wat dus het CPB doet, het CPB heeft ook allerlei ad hoc veronderstellingen over wat nou precies de groei verklaart. Dus daar zit ook helemaal geen theorie achter, maar een of ander mechanisch modelletje. Dat is meer een model dan echt een theorie, zeg je? Een model wat dus niet op theorie gebaseerd is. Ik kijk nog even naar de zaal. Zijn er nog vragen? Zijn er mensen die zeggen, ik ga nog kijken. Was er daar ook nog een vraag? Ja, daar kom ik terug bij Bram. Ja. Gaat even staan, uw naam en dan de vraag. Ja. Mijn naam is Joost Overheem. Ik wil een vraag stellen over pensioenfondsen. Die hebben in mijn optiek, en daar sluit ik je aan bij Sander,
kunnen een hele belangrijke rol vervullen. Doordat ze... eigenlijk zijn die eigenlijk steeds ook op zoek naar een hoger rendement. En daar beleggen waar het meeste rendement gehaald kan worden. Terwijl dat inderdaad onze maatschappij schaadt, bijvoorbeeld op het gebied van milieu. Kunnen pensioenfondsen eigenlijk een factor zijn in de richting van betere verdeling tussen kapitaal en arbeid? Vraag, de pensioenfondsen. Enorm kapitaal en die keuzes die ze maken. Sander? Nou ja, dat zou natuurlijk absoluut kunnen. Kijk, de tragiek is, misschien een heel kleine anekdote, maar ik was ooit op een persconferentie van TNT Post, waar ze besloten, aankondigden dat ze 11.000 postbodes gingen ontslaan. Nou, dat deden ze omdat een activistische aandeelhouder, die dat deed met pensioengeld van het ambtenarenpensioenfonds van de Canadese staat Alberta, die wilde een hoger rendement. Dus het was een heel duidelijk, er was een pensioenfonds aan de andere kant van de wereld die hier maakte dat postbodes te duur waren en postbezorgers moesten worden. Dus in die zin hadden ze daar ook met een iets lager rendement genoegen kunnen nemen en dat anders kunnen doen. Een discussie die ik met mijn vader altijd heb, die zit bij het ABP in het pensioenfonds. En die maakt zich alleen maar druk over of hij wel geïndexeerd wordt. Terwijl ik tegen zeg van, maak je nou eens wat drukker over waar het ABP allemaal in geïnvesteerd heeft. In Shell en zo. Dus ja, pensioenfondsen kunnen een hele grote rol spelen. Maar ook daarbij speelt eigenlijk weer onderliggend, wat vragen wij als deelnemers van onze pensioenfondsen? Ik ben ZZP'er, dus ik zit niet in een pensioenfonds. Maar wat vragen werknemers en gepensioneerden die in een pensioenfonds zitten? Wat voor eisen stellen die aan het beleggingsbeleid? En uiteindelijk, pensioenfondsen hebben enorme economische macht en die kunnen ze veel actiever gebruiken en inzetten dan ze nu doen. Maar ze zullen dat alleen doen als een pensioenbestuurder wil niet dat deelnemers boos op hem worden. Dus het hangt er vanaf wat de deelnemers boos maakt. Eigenlijk zeggen dat de deelnemers hebben daar wel invloed op, zouden daar wat mee kunnen doen. Ik kom bijna bij het punt van Bram uit. Harry, pensioenfondsen, dat is toch een beetje jouw... Nou, pensioen, meer dan pensioenfondsen. Hoe zou jij erop op reageren? Nou, kijk, het curieuze is dat de centrale bank, en gesteund dus eigenlijk door de regering, dus door het parlement, met andere woorden, hele strenge rendementseisen heeft, hè, of eigenlijk vermogenseisen heeft stelt aan de pensioenfondsen, waardoor ze als het ware gedwongen worden om heel renderend te beleggen. Ja, want, het is weinig keuze, het is bijna een... Het is eigenlijk, zeker op dit moment, als het rendement te laag is, dan moeten de pensioenen verhoogd worden. Verlaagd worden, uiteraard. En dat is natuurlijk heel slecht voor de gepensioneerden, uiteraard. En dan kun je zeggen, kun je dat niet met wat minder genoegen nemen. Mijn vader, hè, die kan wel met wat minder. Hoor. Daar hebben de gepensioneerden ook nauwelijks invloed op. Nee. Want in de besturen van de pensioenfondsen zitten nauwelijks gepensioneerden zelf. Dus dan eigenlijk weinig invloed is meer. Maar er is dus, pensioenfondsen zouden zeker wat meer kunnen letten op duurzame beleggingen bijvoorbeeld. Maar ze worden daardoor eigenlijk tegengewerkt door ons eigen parlement. Dus ook eigenlijk een keuze van ons allemaal wat we daarmee willen doen. Ik zou zeggen, ga eerst dan maar eens even die vermogenseisen die op de pensioenfondsen worden gelegd in Nederland, ga die eerst dan maar eens versoepelen. Even dan kijken. Ja, ik ga naar de vraag. Ja. Ja, we hadden net over het bruto binnenlands product, hè. Dat was een opmerking van Harry. En wat mij eigenlijk een beetje triggert, hè, van, ik heb wat geleerd, even heel simpel, ik ben ook geen econoom, dat economie te maken had met huishouden. Hè. Dus we moeten het een beetje goed hebben en niemand mag eraan kapot gaan. En ben ik wel heel benieuwd hoe jullie dan kijken naar het model van Kate Hayward, van de donut-economie. Waar eigenlijk zeg van, we willen je niet depriveren, dus de mensheid mag niet kapot gaan. En de planeet ook niet, dus het midden houden als rekenmodel. Hij staat in je boeken, die donut. Zeker, dat is natuurlijk heel inspirerend, want zij is op zoek eigenlijk naar inderdaad een uitweg. En naar inderdaad, hoe kan je dus die balans vinden binnen die samenleving. En zij doet precies wat jij ook al doet. Jij formuleert een doel, hè, in de vraag die je stelt. En dat is eigenlijk het hele punt. We kunnen gewoon doelen stellen en andere doelen dan we nu stellen. Want geen andere doelen stellen, dat is ook een keus. Dan blijven we gewoon doen wat we doen. En dan gaan we dus, wat Rayward beschrijft, dan ontsporen we. Een econoom die ik misschien wel nog interessanter vind daarin is Mariana Mazzucato. Die zegt namelijk... voortbeduren kan je niet zeggen, want ze was al eerder bezig ook misschien, maar
Hè, maar die zegt van bedrijven creëren geen waarde, maar gemeenschappen creëren waarde. En die kijkt dus ook heel anders naar waardeontwikkeling dan in ieder geval veel andere economen voor haar deden. En die laten echt zien dat er gewoon hele andere routes zijn. En zij, haar denken draait heel erg, een interessant boekje om te lezen, wat heel goed leesbaar ook is Mission Economy van Matsukato. Je moet natuurlijk ons boek lezen, maar als je dat niet ons boek wilt lezen, moet je dat boek lezen. En daar beschrijft ze eigenlijk dat als je aan de hand van de Amerikaanse maanmissie, als je maar gewoon een duidelijk doel stelt, dan weet iedereen, bedrijven, overheden, instanties, wetenschappers, iedereen weet waar je met elkaar naartoe moet werken. En dan kan je dus het onmogelijke mogelijk maken. En zij extrapoleert dat naar, als we maar die klimaatdoelstellingen hard genoeg stellen, dan kan je dus eigenlijk, nou, wat Rayward beschrijft van hoe blijf je binnen die donut. Zij zegt eigenlijk, als je dat doel maar hard genoeg stelt, ja, dan gaan we er bijna vanzelf komen. Harry, jij sloeg aan op die naam nog even. Harry, jij sloeg ook aan op die naam van die econoom. Ja, Matsukato, dat boek heb ik toevallig net gelezen, Mission Economy. Kijk, dat is precies het goede uitgangspunt. Hè? Dus je hebt een doel. En dan moet je kijken, hoe kom je dan bij het resultaat van dat doel? Dan moet je dus een weg uitstippelen. En zij doet het heel erg uitgebreid met inderdaad de maanlanding. Dat was natuurlijk allemaal technisch, hè, dus dat was in zekere zin behoorlijk makkelijk. Mm-hmm. Als mensen bij komen kijken, wordt het natuurlijk, ook daar werden trouwens heel veel fouten gemaakt. Hè, dat beschrijft ze ook heel duidelijk. Maar dat is dus de goede opstelling. Je hebt een doel en nou ja, kijk hoe je daarbij hoe je dat doel kunt realiseren. En dan moet je dus echt rekening houden met allerlei restricties die er gelden. Rayward heeft helemaal het verkeerde uitgangspunt. Zij gaat er namelijk vanuit dat de economie doelen moet formuleren. Maar de economie hoeft helemaal kan helemaal geen doelen formuleren. Dat is een andere, maar wel die weg ernaartoe, daar kan de economie wel. Ja, doen. Maar dat doet zij dus niet. Hè. Zij zegt, de economie moet dit en dat doel formuleren. En dan blijven we wel in die donut. Hè. Ik heb het idee dat zij niet goed opgelet heeft in het eerste jaar van de studie. Zij heeft economie gestudeerd. Hè. Dat is een dus, En ze is ook gepromoveerd volgens mij. Ook zijn wel meer promoties. Kijk, ik ga toch nog even deze vraag en dan moeten we het langzaam gaan afsluiten. Beantwoord daarmee? Ja, die is wel beantwoord, alleen wat ik van deel de opmerking van Harry die net maakte, van de economie heeft zich ook wel heel groot gemaakt en misschien hebben we dat als samenleving ook wel gedaan, maar ik vind wel dat de economie, wat dat dan ook is, op een bepaalde manier verantwoordelijkheid heeft hierin. Ja, kijk, de economie is de uitkomst van ons handelen allemaal bij elkaar opgeteld in feite. Dat is eigenlijk wat de economie is. En economen bestuderen dat. En in het boek, dus om dat nog even iets scherper neer te zetten. Als samenleving zijn we heel erg gewend geraakt om een soort van, als we dan toch in die antieke godsdienstmetafoor gaan zitten, om economen te zien als een soort priesters die ons kunnen vertellen wat we moeten doen. Terwijl we moeten het omdraaien. We moeten doelen stellen als samenleving. Binnen economie gaat eigenlijk ook altijd over wie krijgt wat en wie krijgt wat niet. Dat is heel politiek. En politiek gaat ook over doelen stellen. Dus we moeten als samenleving leren daar anders naar te kijken. En dan maakt het eigenlijk, en daarom zeg ik van, maakt niet zo uit wat ze op de universiteiten doen. Het gaat erom wat wij als doelen stellen als samenleving. Wat wij willen bereiken met elkaar. En dan is die economische wetenschap, die gaat dat dan gewoon weer zitten beschrijven. En dat is prima. Ja, het is niet zoals jullie. Wordt niet de wetenschap een heel klein beetje. Nou ja, dat is niet zoals jullie het in het boek beschrijven. He, want jij bent het nu met me eens. Doelen, dat zijn politiek geformuleerde zaken. Dus daar hoeft een econoom niks over te zeggen. Maar dat is niet wat je in het boek zegt. In het boek zeg je dat economie, de wetenschap, moet zich echt bezighouden met het formuleren van doelen. Net als wat Rayworth zegt. Maar wat de economie moet doen is, ze geven die doelen, moet de economie, maar dat kan alleen maar beperkt, hè? Ja. Nou, we gaan de bladzijde erbij halen, hoor. Ik heb een citaat om de oren. Nou, het wordt een heel, ik wilde langzaam richting een conclusie gaan. Maar wat de economie wel kan doen, is zeggen, nou ja, welke afwegingen heb je nu? Wat zijn de voor- en wat zijn de nadelen? Dus, veel meer in kaart brengen en dan de keuze voorleggen. Ja, en dan moet je de keuze maar maken. Nee, maar wat wij schrijven, we moeten het begrip economie anders definiëren. Dus we zeggen niet, we moeten de studieobject anders definiëren. We moeten het begrip economie, moeten we niet meer
Als we praten over de economie, moeten we het niet hebben over het bruto binnenlands product. Maar dan moeten we het hebben over die problemen die wij als samenleving willen oplossen. Ik ga hem langzaam afronden. We hebben geïnformeerd wat boeken over en wat zijn de keuzemaken. Discussie gehad. Misschien zelfs een debat hier. Jammer, op het einde pas het gedeelte. Ja, als u toch gaat lezen, bladzijde 170. Okay. Ik wil langzaam naar de conclusies gaan. Harry, als je als je het verhaal van Sander toch een tip zou moeten geven. Iets wat je meegeeft, waarvan je zegt, Sander, kijk daar nog eens naar. Of werk dat uit. Of wat zijn punten? Als je me een goede tip zou willen geven. Harry, wat zou dat zijn? Nou ja, kijk, wat ik in feite al gezegd heb. Ik vind dus inderdaad dat je de doelen op een goede manier moet formuleren. Ja. En zorgen dat je ook in staat bent te kijken van welke valkuilen kom je nu tegen. En ik heb het al een paar keer over die kapitaalbelasting gehad. En eigenlijk vind ik het probleem van kapitaal veel groter dan het probleem van de arbeid. Ik heb bijvoorbeeld ook het boek van Moneyland over Moneyland gelezen. Dat ook gesproken. Schitterend boek, heb ik ook gelezen. Ja. Kan ik ook iedereen aanraden, maar die moet je echt Moneyland. Na dit boek lezen. Ja. Ja. Je krijgt een hele leeslijst ermee om dat te doen. Maar daar zijn eigenlijk, zeg je daar... Moneyland, dit is Moneyland. Ja. Het wordt echt een leesclubje hierna vanavond. Nou ja, de ondertitel is heel erg sprekend wat mij betreft. Why Thieves and Crooks Now Rule the World. Waarom dieven en oplichters de wereld regeren. Ja, dus wat dit boek beschrijft is hoe de rijken van de aarde hun geld wegsluizen. Op allerlei manieren. Eigenlijk vind ik dat een veel groter probleem dan het looninkomen. Ik heb een idee voor een volgende debat bij Studium Generale. Dat we daar wat aan doen. En dan ik zou dus aan Sander willen vragen. Want daar besteden ze heel weinig. Ze zeggen wel, je moet de belastingparadijzen opheffen. Hè, alsof dat zo makkelijk is. Mm-hmm. Maar ik zou dus aan Sander willen vragen, als hij daar toch mee bezig gaat, dus als hij een vervolg hierop wil, doe eens wat aan de manier waarop het geld wordt weggesluist. Dat is heel moeilijk, hè, want dat moet ook weer internationaal gecoördineerd worden. Mm-hmm. En daar hebben natuurlijk heel veel landen, gewoon de schurkenlanden op deze wereld, hebben er geen enkel belang bij. Dus dat zal wel zo blijven. Maar wat hier bijvoorbeeld... En Nederland is bijvoorbeeld een belastingparadijs, hè, daar zouden we iets aan kunnen doen. Dat bestaan al jaren nummer 4 op de lijst van de belastingparadijzen. Maar ook Engeland is bijvoorbeeld een enorme schurk staand wat dat betreft. He, dat staat hier ook in het boek. Er zijn hele straten in Engeland, in Londen met name, die in bezit zijn van bedrijven waarvan niemand weet wie erachter zitten. Ja. Dus op een hele onbekende manier weten mensen, en dat zijn dan waarschijnlijk crooks or thieves, op een hele mysterieuze wijze weten mensen hun geld dus weg te zetten. En eigenlijk speelt Nieuw-Zeeland daar een kwalijke rol in, heeft u eerder geschreven, toch? Dat zijn veel bedrijven die via een Nieuw-Zeelands kantoor zijn opgericht, of niet? Ja, Nieuw-Zeeland, Nieuw-Zeeland. In Nieuw-Zeeland is het heel makkelijk om een bedrijf te starten, met het gevolg dus dat er heel veel van dat soort oplichtersbedrijven daar zich gevestigd hebben. Ik ga hem hier, dat staat hier met ook dit in. Goed advies naar Sander. Sander, is dat niet een veel beter iets om aan te pakken? Of moet dat na jouw 6 afleveringen dat pas... Dit is een gevolg. Hè? Dus dit gaat over eigenlijk vermogensongelijkheid en hoe vermogen wordt weggesluist. En wat wij in dit boek hebben willen doen is gewoon laten zien wat er eigenlijk schort aan ons economisch model en dat begrip van groei. Hè? Daar gaat het ons echt om. En we zijn heel bewust, sluiten we af met... met iets wat ik vandaag ook al een paar keer heb gezegd eigenlijk, van we moeten zelf die doelen gaan stellen. En we hebben geprobeerd een analyse te maken en aan het einde van het boek schrijven we iets over coöperaties. En dat doen we eigenlijk vooral om te laten zien dat er andere bedrijfsvormen en andere samenwerkingsvormen mogelijk zijn. Want ik zie een bedrijf toch vooral als een gemeenschap van mensen die met elkaar iets aan het creëren zijn. En dat hoeft dus niet op die winstoptimaliserende manier. Er zijn echt andere vormen voor denkbaar. In dit boek hebben we heel bewust niet de stap gezet in concrete maatregelen van wat je daaraan moet doen. Ja, waarom? Ten eerste omdat Hendrik en ik toen een beetje ruzie kregen, want dan wordt het politiek. Hè, dus als je maatregelen gaat formuleren, dat is heel politiek. En wat wij hebben gezien, en ik denk dat het is een beetje gek om dat over je eigen boek te zeggen, maar het is vorig jaar tijdens de algemene beschouwing is heel uitgebreid in de Tweede Kamer ook is het over dit boek, over ons boek gegaan, wat natuurlijk heel mooi was. Maar het werd van links tot rechts wordt de analyse eigenlijk wel gedeeld dat we iets anders moeten gaan doen. Wat we dan moeten gaan doen, dan ontstaat er weer een schisma. En wij wilden proberen, en ik wil proberen ook om mensen bij elkaar te brengen in die analyse van het probleem. Want ik denk dat als we dat kunnen bereiken, dan kunnen we
ja, misschien ben ik weer naïef, maar dan kunnen we de basis leggen voor gewoon een goed maatschappelijk debat in de over de wereld zoals we willen dat die eruit komt te zien. En dat is hier de poging geweest. Ik ga het volgende boek in mijn eentje schrijven, dan krijg ik geen ruzie. En dan kan ik inderdaad proberen die oplossingen te schetsen. Met deze belofte moeten we het gaan doen. Gesproken over het probleem in kaart brengen, analyseren en dan later naar de oplossing. Ik denk dat we het mooi kunnen afsluiten, het geheel. Het informeren, discussiëren en concluderen. Ik dank het Hartslagcafé, Studium Generale, Tilburg University, maar natuurlijk Paradox. Mag ik nog een groot applaus voor al deze mensen en zeker de twee sprekers. Dank jullie wel. Harry en Sander, als mensen nog met jullie een selfie willen maken, iets voor een werkstuk nog iets moeten doen, kunnen ze dat nog even met jullie afspreken of is dat niet meer mogelijk? Alles kan. Nou. We sluiten het geheel af. Voordat ik houdoe en bedankt ga zeggen, zeg ik houdoe en bedankt. Tot de volgende keer. Zeker wel. Ja.